Welkom bij de Entrepreneur Connect Show, een tweewekelijkse podcast voor en door ondernemers over technologie, duurzaamheid en filosofie. Mijn naam is Stijn Gijzemans. We zijn vertrokken. Ze. All right. Goed. Welkom, Werner. Dag Stijn. Ja. Nou, ik ga eerst, uh, ik heb zo goed waar mogelijk jouw biografie voorbereid. Ben benieuwd. We zullen daarmee starten. Hè? Um, Werner Sels heeft uh, zijn achtergrond als softwareondernemer nu achtergelaten. Werner is de bezieler van Ondernemers zonder Grenzen. Entrepreneurs without frontiers. Hè? Frontiers. Fr frontiers. Hè? Een vereniging die in Afrika, met name Senegal en vroeger Burkina Faso, met langdurige lokale projecten bomen plant in de regio's aan de Sahelwoestijn. Bijna juist. Dus dus wij, wij planten bossen aan, aan de rand van de woestijn, om voor woestijning door klimaatverstoring, die wij veroorzaken, te stoppen. En voor ons zijn de bomen die we daar planten, in die Sahelstrook, um, niet de doelstelling aan zich, maar het middel om tot de doelstelling te komen, dat is namelijk uh, welvaartsverhoging, dankzij bossen, om uiteindelijk migraties te stoppen. Um, en we doen dat in de in het project van de Great Green Wall van de Afrikaanse Unie, uh, waarvoor we in 2012 geaccrediteerd zijn geweest geworden door uh, de Verenigde Naties, met, uh, allez, volgens het UNCCD-principe, United Nations Convention to Combat Desertification. En wat we in werkelijkheid doen, zijn eigenlijk, is eigenlijk... Um, het streven van SDG 13 uh, doelstelling en SDG 15 doelstelling. SDG 13 is klimaat. Dat ja, is uh, pretty obvious uh, met, met herbebossingen. Maar uh, SDG 15 is voor, voor mij toch de, de meest belangrijke. Wij streven naar landdegradatie neutraliteit. Dat betekent in normale bewoording vert, het fertiliseren van de grond. Opdat de boeren daar uh, in het bos opnieuw aan landbouw gaan kunnen doen. Uh, Waarbij ze een hogere return on investment hebben op hun, uh, op hun, cash, op hun cash crops. Um, en hoe meer SOC's dat je erin steekt, hè, Soil Organic Carbons, om het allemaal heel technisch te zeggen. Uh, dus, de, de, dus de carbon die we in de grond steken is de meest duurzame. En die carbon gaat dan zich ook binden met uh, stikstof en weet ik wat allemaal. Uh, en die uiteindelijk die grond terug uh, vruchtbaar maakt. Mm -hmm. um, als je, je kijkt naar de, de, jullie visie, het gaat over het landschap, de bodem en de mensen. Die, die drie elementen eigenlijk samen, de, de soil, de landscape en, en de people. Het is dus niet alleen als doel om de, de bossen aan te planten. De, dus terug opnieuw te bebossen. Maar het gaat eigenlijk over het breder verhaal, zoals dat gezegd. Ja, het gaat, ja, het gaat inderdaad over een breder verhaal. Uh, daarom zijn we wel heel blij dat we in 2018 een, uh, een hoofdstuk hebben mogen schrijven in het boek A Better World van de Verenigde Naties. Um, ja, het, voor mij, voor ons, um, dat impact investeren of het impact ondernemen, het sociaal ondernemen, um, gaat vele verder. Dan puur um, het herbebossen. Ik um, <clears throat> ben eigenlijk de, de echte essentie van, um, van het willen veranderen naar een betere wereld toe, is een zegswijze van de oude Sioux-Indianen, die um, eigenlijk als wijsheid hadden: wij lenen de aarde van onze kinderen. En als je het leent, dan geef je dat in dezelfde staat terug of beter. En ik ben toch van een generatie uh, waar we de laatste 40, 50 jaar uh, voor gezorgd hebben uh, dat de wereld die we gecreëerd hebben, slechter is geworden. En uh, om mijn zoon uh, toch nog recht in het ogen te kunnen kijken, uh, is dat een van de, de redenen waarom, uh, waarom ik doe wat ik doe. Uh, maar eigenlijk begonnen vanuit een midlife crisis, zoals we dat allemaal wel meemaken. Ik stelde mij toch drie basisvragen af. Wie ben ik, van waar kom ik en waar ga ik naartoe? En voor alle duidelijkheid, ik heb nog geen antwoord op die vragen, maar um, ik heb tien jaar mijn eigen uh, softwarebedrijf gehad um, en ik begreep eigenlijk niet echt goed wat ben ik nu eigenlijk aan het doen, buiten beter cijfers te realiseren, hogere winsten te creëren en dan... Werd tegen mij gezegd, maar je werd goed bezig. Maar ik begreep eigenlijk niet goed. Ja, wat ben ik nu goed bezig? En is het dat dan? Is dat, dat dan het leven? Moeten we daar naar streven? Um, ja, en eigenlijk in een, in een, in een midlife terechtgekomen. En dan heb je zo een aantal mogelijkheden in een midlife. Hè. Je kunt een motto kopen. Maar dan had ik hier niet gezeten, hè, Stijn? Of eh, een Porsche. Ja. of een Porsche. Een Porsche ja, dan, sommige mannen denken dan uh, ja. dat uh, de jeugd terugkomt. Maar ik weet voor 100% zeker dat dat niet is. Um, ik kunt u mij dan buiten smijten, dat kunt ook, um, maar dan ben ik eigenlijk wel eerst te raden gegaan bij een aantal vrienden die dat gedaan hebben. En dan vroeg ik, ja, is dat nu een groot verschil? Belangrijk is eigenlijk, het is gewoon anders. En dat is één en twee. Ik zie mijn vrouw nog altijd heel graag. Dus waarom zou ik die moeten buiten smijten om mij gelukkiger te voelen? Dus ja, wat moet we dan gaan doen? Um, en met een vriend van mij, um, uh, Wim, Wim Jacobs. Die, gewoon, die zei tegen mij, goh, Werner, ik ken nog een missionaris in Burkina Faso. Ik zeg, ja Wim, voor, voor alle duidelijkheid, vind ik heel leuk, maar ik, hey, mijn plan is echt niet om missionaris te worden of te gaan missioneren. Dat is echt mijn roeping, niet, uh, ik wil ondernemen, ik wil iets doen. Ja, no, maar zei hij, laten we daar naartoe gaan. Hey, uh, uiteindelijk, dat is toch een aanknopingspunt, en van daaruit kunnen we zoeken, kijken, wat kunnen we doen. Zo gezegd, dus zo gedaan, dat was in 2006, denk ik, 2006, 2007. In 2007 zijn we, ben ik de VZW begonnen, dus het zal iets ervoor geweest zijn. Ja, toen dus zijn we die missionaris gaan bezoeken. Die heeft ons dan in contact gebracht met een bischop, eigenlijk een manager hé, van, allez, van de kerk dan, maar een manager, mm -hmm. die toch wel een aantal deuren opende van de gouverneur van de, in de politiek in Burkina Faso. En uh, ik had de bevraging eigenlijk van: bon, welke projecten zijn hier allemaal, waar kunnen we naartoe? Enfin, dat hebben we dan drie jaar gedaan. Drie jaar op zoek uh, naar allerlei soorten projecten. Prachtige EU-projecten rond uh, irrigatie. Um, maar het kost miljoenen. Um, Picobello, dus je zag daar ook. Uh, dat de, de opbrengsten veel hoger waren dan daarvoor, hè, dan in gebieden waar die irrigatie niet mogelijk was. Alleen zorgden ze niet voor de logistiek. Dus gezegd dat dat soms hey, uh, tonnen tomaten lagen te rotten, omdat die tomaten niet geraakten in Wagadougou. Hè, om er één voorbeeld te geven. Maar dit is al niet te min, dat was een, een prachtig project, maar zo hebben wij ook heel rare projecten gezien. Um, Vieskwekerijen uh, in de woestijn, bij wijze van spreken. Ja, laat er in de woestijn vooral geen water zijn, één. En twee, um, ook geen vis. Uh, maar bon, dat was een redenering. Ja, in Burkina Faso is geen zee, maar de vis is hier duur, die dus we geen hier vis kweken. Voor alle duidelijkheid, men heeft daar uh, uh, subsidies voor gevonden. 160.000 euro was dat toen. Um, uit Portugal. Dus toen kon dat nog. He, dat was nog voor de financiële crisis. Enfin. Maar ik werd eigenlijk vooral getriggerd door interne migratie. Door mensen die mee hebben en houden op ezels en karren, um, wegtrokken. Is so acute? Well, dat zo acuut? Wel, ik kwam dat heel regelmatig tegen en ik wilde weten waar, allez, waar trekken die mensen naartoe En ik ben geen socioloog, maar ik stelde mij wel de vraag: de mens aan zich is niet uit op conflict. Dus, maar als je migreert, intern of extern, dat veroorzaakt altijd conflict. Want je komt ergens waar de grond van iemand anders is en je krijgt daardoor ruzie en, en, en in erge gevallen misschien zelfs oorlog, I don't know. Um, dus ik wilde eigenlijk weten: wat triggert nu die mensen om dat te doen? En dat was samen met onze gids, want ik spreek geen Moree of geen. Uh, allez, of de taal die ze daar spreken, het was vooral Moree, dacht ik. Uh, spreek ik niet. Uh, sprak ik niet. En uh, we hebben die mensen bevraagd, waarom trekt je weg? En hun antwoord was eigenlijk altijd: omdat van waar wij komen er niets meer is. Maar bon, wat is nu niets? Ik kom naar dat eigenlijk in de. In mijn, mijn uh, voorstellingsvermogen niet voorstellen, waar niets is. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, de volgende missie, die we dan uh, hadden afgesproken, zijn we dan naar het noorden getrokken aan de grens of tegen de grens met Mali. Um, en daar kwamen we inderdaad uh, gebieden tegen waar dat echt niets is. Ook geen woestijn, hè, maar gewoon niets <laughs> leegte. Um, vlaktes. Vlaktes. Mm -hmm. Vlaktes, en die grond is keihard, zo hard als beton. Maar dat is ook geen rots, dus, enfin, Maar ik ben geen landbouwingenieur, dus. Maar ik begreep daar wel, um, ja, hier kan niks meer groeien. Een zaadje die hier aankomt, door de natuur, dat wordt gewoon weggewaaid of weggewassen door de regen, dat kan daar niet kiemen, gewoon omdat die grond veel te hard is. Uh, en omdat ik geen landbouwingenieur ben, ben ik dan uh, in mijn terugkeer heb ik afspraak gemaakt met uh, professor Van Damme van de uh, faculteit tropische landbouw. Ik had voor, uh, voor hem uh, twee vragen. De eerste vraag was: is daar nog iets aan te doen? En zijn antwoord was: ja, er zijn verschillende technieken, uh, waarvan wij een van die technieken nu gebruiken, de Valerani-techniek. Um, en mijn tweede vraag was: uh, en waarom doet men er niks aan? En zijn antwoord was: geld. En dan had ik zoiets van: hmm, deze lijkt, allee, dit is een uitdaging. Um, waarom niet geld, eh, funding gaan, gaan ophalen om er opnieuw een herbebossing te realiseren? Agrobossen, omdat om er terug gras kan groeien, um, dat mensen terug gaan Agrobossen, kunnen dat is bossen ter ondersteuning van de lokale agricultuur. Ja. ja, ik ben blij dat je dat ook eigenlijk heeft gezaanhaald. Want wat is nu de definitie van een bos? Dat je dat vraagt aan professor Van Damme dan uh, krijg je daar een heel ingewikkelde wetenschappelijke uitleg uh, over. Ik ben geen wetenschapper, dus <laughs> ik weet het ook niet. Uh, ik kan dat niet onthouden. Dus wij hebben wat geprobeerd om zelf een, uh, een definitie uh, te geven aan een bos. En, en ook die definities uh, verschillen van streek tot streek, of van continent tot continent. Hey, uh, het bos in, in, in de Sahel is een ander soort bos dan, dan het Zoniwaard bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dus hey, wij... Ook nagedacht om zelf een definitie uh, te formuleren. En we zijn dan eigenlijk tot de constatatie gekomen of tot de definitie: een bos is de ruimte tussen twee bomen en wat je ermee doet. En is dat een, een ruimte om kinderen in te laten spelen, dan is dat een kinderbos. Is dat een ruimte om daar agricultuur aan te doen, dan is dat een agrobos, enfin, enzovoort. Dat dan is het veel gemakkelijker voor ons om, uh, om daarmee te communiceren en om daar dingen mee te doen. En zo zijn we inderdaad op het idee gekomen, alleen niet het idee, dat bestaat al heel lang, hè, dat mensen uh, aan landbouw doen in bossen. Gewoon omdat de, de temperatuur is daar lager is, de, de, de vochtigheid wordt daar beter gehouden, dus veel, allee, de, de fertiliteit is hoger enzovoort. Dus dat heeft heel veel voordelen. En zo gezegd, zo gedaan, zijn wij begonnen in uh, 2010. Dus Tussen 2007 en 2010 hebben we vooral hey, gezocht en, 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 enzovoort. En vanaf 2010 zijn we dan uh, begonnen met de eerste bossen. Ik geloof dat Boeghoud, de gemeente Boeghout heeft ons toen gesponsord, allee, ja, gesponsord voor 8000 euro. Uh, dat was de eerste allereerste inkomsten die we uh, hebben gerealiseerd. Um, en tussen 2010 en 2017 hebben we daar 10.000 hectare bos aangelegd. Ongeveer 2,5 keer het Zonewoud, om je een idee te geven, van grootte. Uiteraard niet allemaal uit één, uh, Dat is gefragmenteerd. Om diverse redenen. Om uh, ziektes, uh, dan is niet jullie bos uh, kapot. Ook voor brand, uh, is maar een stukje bos uh, kapot, of, enzovoort. Uh, ook om bijvoorbeeld uh, veehouders die van A naar B met hun vee trekken. Je kunt moeilijk vragen aan, aan zo'n veehouder: van nu moeten 20 kilometer omweg maken, want je mag niet door ons bos. Dus vandaar dat er ook. Uh, Corridors worden vrijgemaakt zodanig dat die vrij kunnen doortrekken. Um, en dat is zo'n beetje in een nodendop wat we gedaan hebben in uh, Burkina Faso. Om dan uh, in 2018 een uh, nieuwe haalbaarheidsstudie te doen uh, samen met professor Van Damme in Senegal. Um, 2019 hebben we dan het eerste pilootproject uh, gezet. En 2020 wilden we de eerste duizend hectare aanleggen. Maar COVID heeft daar dan uh, een stokje voor gestoken. Um, ja, en eigenlijk, dat klinkt misschien wel raar, um, maar COVID is voor ons... Wij hebben van COVID van de nood een deugd gemaakt. Um, hebben de koppen bijeengestoken. En hebben we samen met uh, Accenture en Deloitte uh, een, een businessplan opgemaakt om ons te professionaliseren. Want wij zijn een VZW. Uh, wij stoelden vooral, of wij rekenen vooral op vrijwilligers. Maar hoe groter dat je, dat je wordt, hoe moeilijker dat wordt. Ja, je hebt eigenlijk professionals nodig om, om, om dingen te gaan, gaan uitzetten. Uh, en je, hebt ook, allee, op een, je moet ook geld kunnen vinden uh, op, een, op een gestructureerde manier dan. En zo hebben we dan uh, de, de, tijdens de eerste lockdown uh, heel de, het, ja, het BP gemaakt. Uh, en het, ja, het businessplan? Het businessplan. Uh, hey, en, ja, ja. Het businessplan. Uh, ja, ik bedoel, ja, als we die tijd niet hadden gehad. En je moet dat doen tussen soep en pataten. dan doen we daar twee, drie jaar over, denk ik. Nu konden wij echt ons volledig concentreren. Ik denk, tussen de drie en de zes maanden, hebben we dat, dat was helemaal rond. Mm -hmm. um, en, um, de activiteiten lagen niet helemaal stil in Afrika op dat moment? We hebben, ja, ik dacht, wij hebben onze lockdown 13 maart hier in België. En ik dacht, in Senegal was 16 maart. Dus mm -hmm. we hebben nog, nog 50 hectare kunnen doen. Want we waren begonnen in, uh, in februari. Samen en dan plus meer het pilootproject uh, hebben we nu 250 hectare. Maar we gaan nu die, die nieuwe duizend, die 1000 hectare die, hadden, die we hadden moeten aanleggen, uh, gaan we nu leggen uh, beginnen in februari. Dus 1000, 1500. We zullen zien waar dat we komen. Um, om dan op te schalen, uh, 2022 zal dat uh, 3000 hectare worden, 2023 5000 enzovoort. Um, we zijn ook allee, wel van plan om iets, iets uh, substantieel. Te gaan gaan brengen in dat project van de grote groene muur, de Great Green Wall van, uh, van Afrika. Ja, je praat over die gro grote groene muur. Uh -huh. um, hoe moeten we dat voorstellen? Ik, ik denk dat ik ook een, een, een beeldje heb meegebracht um, van op het internet, natuurlijk, over uh, de, de groene muur. Ik ga eens kijken dat ik, ik het op het scherm kan uh, ik ben benieuwd uh, kan plaatsen. <tus> Ik heb hier een uh, foto meegenomen van uh, Afrika. Ja. Waar dat er eigenlijk een strook horizontaal loopt. van links naar rechts. Van, van, uh, van west naar oost. West naar oost. Nou, van toen dat je het zegt natuurlijk. Oost naar west, west naar oost. En dat ligt. Hè, Congo weten we allemaal dat dat. Uh, vol met regenwouden ligt. Daar is ook veel meer regenval, denk ik. Ja. Hè, in in Centraal-Afrika. Um, maar dan is er eigenlijk een soort van strook getrokken. En dat is die ambitie zeker. Van links naar rechts. 8000 kilometer lang. En, en wat is dat juist? Ja, um, die, die Great Green Wall is een initiatief van de Afrikaanse Unie. Um, die ze hebben uitgezet in, dacht in 2007. Dat, dan is het plan eigenlijk uh, uitgerold. Uh, om van Mauritanië uh, tot in Djibouti, um, net onder de Sahara. Een groene struk, strook te maken. Nu, er is ook wel vooruitschrijdend inzicht, want dat is inderdaad 8000 kilometer lang. In het begin was dat 15 kilometer breed. Maar, uh, en dat was meer vanuit het inzicht om daar een één groot bos van te maken. Maar bon, zo werkt dat niet. Uh, hé, in de praktijk is gebleken dat dat niet zo werkt. Um, en dat dat meer een lappendeken wordt van, mm -hmm. van, uh, van bossen, maar ook bijvoorbeeld van zonnepanelen uh, of van uh, duurzame energie, met, met windmolens en zo. Dat kan allemaal in die grote mm -hmm. groene muur. En delen zullen gefinancierd worden door de Wereldbank, door de, uh, de Europese Unie, uh, maar ook door initiatieven zoals die van ons. En elk land heeft een agentschap waar je dan mee samenwerkt. Uh, <tiek> nu, uh, de dag van vandaag is dat geen 15 kilometer breed meer, maar 100 kilometer. Hè. Dus in die range kunt je dan uh, je bosproject uitzetten. Het voordeel om te werken in de Great Green Wall uh, Project is dat dat een internationaal project is en ook in die mate beschermd wordt. Dus dat heeft een aantal, uh, een aantal voordelen. En wij uh, hebben eigenlijk altijd vanuit, of met, samen met donateurs gewerkt, uh, zowel van particulieren als van uh, bedrijven. Maar wij, gaan nu werken met, uh, of wij laten ons nu financieren door CO2-certificering, de Voluntary Emission Reduction uh, Systeem van uh, Kyoto. Uh, protocol dat nu eigenlijk eindigt. Uh, 31-12-2020 is dat protocol gedaan, maar er is een nieuw uh, protocol, de uh, Paris Agreement, uh, in 2015 in het leven geroepen. Bon, na vijf jaar um, is er nog niet heel veel veranderd, maar um, een en ander wordt nu versneld dankzij de New Green Deal van Europa. Um, ja, heel complex, allemaal politiek, uh, maar je ziet wel dat ook de de geesten in, in bedrijven, in corporate bedrijven, echt wel de, de, de kaart aan het trekken zijn, uh, of trekken, rond klimaat. En proberen hun bedrijf CO2-neutraal te maken. En er zijn zelfs bedrijven, grote bedrijven, die dat retroactief doen, vanaf hun ontstaan. Um, en daarvoor geld um, um, aanbieden. Investeren. Investeren, ja. eigenlijk is een, een investering, en daarvoor... Uh, CO2-certificaten om hun footprint uh, ja, op nul te zetten, uh, daar uh, CO2-certificaten voor terugkrijgen. Mm -hmm. En dan uh, is een CO2-bosproject, zoals dat van ons. Um, wat is het, 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 het traditionele daaraan, is dat wij daar ook socio-economische uh, impacts in realiseren. Want je kunt even CO2-projecten uh, uh, doen rond biomassa bijvoorbeeld. He, dus Mm -hmm. Evengoed uh, een, een CO2-project, maar wij steken daar ook nog die menselijke factor in. Um, wij, bij ons heet dat eigenlijk de Easy Impacts, ecologische so en sociale economische impacts, uh, waarin we niet alleen mikken voor het economische op SDG 13 klimaat en SDG 15 biodiversiteit, maar ook op uh, gendergelijkheid, um, onderwijs, uh, armoede, um, um, voedselzekerheid. Economie, vrede, partnerships, dat zijn eigenlijk allemaal eens de geest waar wij ook mee, dankzij dat bos of door middel van dat bos naar streven. Um, ik had altijd vroeger het idee: uh, bomen planten voor het klimaat. Dan, we hebben natuurlijk allemaal uh, vanuit België of Vlaanderen een idee over uh, wat, wat zo'n bos, uh, hoe een bos eruit ziet. Uh, onze loofbomen dat we hier kennen. Um, een gerealiseerd bos bij. bij uh, in, in die streek, hoe ziet er dat dan concreet uit? Is dat dan inderdaad, en je hebt al aangegeven, dat gaat misschien meer ruimtelijk verspreid zijn, zodat er nog uh, routes kunnen zijn voor de, voor de dieren. Um, het is een lappendeken, is dat, um, zijn dat grote bomen, lage bomen? Zitten daar verschillende dieren dan automatisch in? Dat is één. En wat ik ook altijd afvroeg: droogte is een probleem. Dus als je dan. Um, en, en dat probleem wordt groter en groter, net door die klimaatopwarming. Als je een boom plaatst, moet je dat dan niet water geven met een gieter? Met <laughs> wijze van spreken, hè? besproeien, irrigeren. Hoe ziet er dat eigenlijk uit, zo'n bos? Ja, um, ja, heel goede vraag. Ik ga proberen een beeld te maken. Hè? In de eerste plaats water. Hey, we zitten in een gebied waar dat het. Uh... Want hier heb ik, ik heb een, een foto mee van jullie webpagina. Ja, ja. En daar ziet je inderdaad langs de linkerkant mooi hè, de, de woestijnvorming en langs de rechterkant dan. Het bos. Het bos. Hey, en hoe komen we daar uh, toe? Hè? Op welke manier realiseren we dat? Um, eerst moet je weten, in dat gebied valt er niet meer dan 200 mm water per jaar. Om u uh, een vergelijk te geven, hier in België. Uh, Regent het 800 mm op 12 maanden. Dat is een vierde. Dat is dus een vierde en dat valt ja. over een periode van drie maanden. Ja, twee seizoenen. Regenseizoen en. Dat eigenlijk ja, in orde van grote regenseizoen en droogseizoen. Droogseizoen ongeveer negen maanden, regenseizoen hm. drie maanden. Um, dus als het regent, dan regent het wel heel hard. Nu, in de jaren dertig van vorige eeuw was dat daar een ac Acacia-woud. Dat is daar. Gekapt geweest om allerlei redenen. Uh, ik heb ook eens ergens ooit gelezen dat de Fransen, uh, de, de toenmalige uh, kolonisten, um, um, eigenlijk voorstander waren van op grote schaal uh, aan landbouw te kunnen doen. En dus werd alles gekapt om dan ja, uh, aan katoen of aan weet ik wat uh, te doen, totdat de bodem was uitgeput, maar dan was er ook niks meer. En de Acacia-woud in de jaren 30, dat was echt een woud. Dat was echt, ja, wouden, bossen. Ah ja, hey, uh, zoals, dat, zoals dat wij uh, in onze Belgische gedachten hebben dicht bebost, of is het meer. Uh Steppenachtig waar uh, dat. Uh... Ja, ik moet weten: een acacia boom. Allee, de meeste, allee, de acacia bomen van vandaag, die kin um, ze worden 8, 9, 10 meter hoog. Ja, ja, okay. nee, dat is niet echt. De, 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 de fromager, dat wordt 40 meter hoog. Ja, ja, ja. Hey, uh, dat ja, is ja. daar, in die, in die coté, zie je dat daar heel zelden van die hele hoge bomen. Maar dat is vooral. Aca hey, acacia woud, acacias, 8, 9, 10, 11 meter. Ja, ja, Meer ja. zal dan niet zijn. Um, uh, wat daar, dus. Als al die bomen weggekapt zijn en in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, is, tijdens een hongersnood, de laatste bomen verdwenen, um, ja, dan is het echt wel weg. En wat gebeurt er nu? Dat, uh, tijdens de regenperiode regent het zo hard dat het de grond aanstamt. Um, en na regen komt zonneschijn. En je moet weten, daar haalt, wordt er toch. Temperaturen uh, gehaald van 50 graden en meer. En als je een thermometer op de grond legt, is het soms zelfs 65, 70 graden. Hè? Om je maar eens een idee te geven hoe heet dat die grond wordt. Dus dat bakt echt mm -hmm. aan. Die, dat is, is zo'n soort korst dat dat uh, veroorzaakt: ondoordringbaar. Dus door, op een gegeven moment krijg je daar dan ook watererosie, uh, winderosie enzovoort. En dat. ...activeert de verwoestijning. Dus als we op die terreinen die, die op de website te zien zijn... ...niks gedaan wordt, binnen 30, 40 jaar is dat woestijn. Ja. Dat ja, allemaal zand. Want al die nutriënten worden weggewassen. Um, en nogthans is daar nog, de dag van vandaag... ...nog altijd genoeg voedingsstoffen aanwezig... ...om daar toch bos in te krijgen. Inherent in de bodem. Inerent in de bodem. Onder andere SOC's, hè, Soil Organic Carbons, die... 100 jaar geleden, door die bossen, door die bomen in de grond zijn gestoken geweest. En dat laat dat wel jaar na jaar los. Maar je ziet ook wel, na 100 jaar wordt dat nog altijd gemeten. Dus dat is zeer duurzame CO2. De rest van de bomen zitten al lang de lucht in doordat het is opgebrand, of wat dan ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. you have the picture. Um, volgende, om dat te veranderen, je kunt daar geen spade in de grond krijgen. Uh, en dat vraagt onnoemelijk. Zware handarbeid, um, allee, dat is pure fitness um, om, daar, uh, om daar een geul in te krijgen. Dus met een speciale ploeg, een delfinoploeg, worden daar halve maandjes in gemaakt. En dat is eigenlijk dat is geen waterirrigatiesysteem, maar een waterretentiesysteem. Het houdt het water op. Um, dus als het regent, geraken al die maandjes vol met water en net daarvoor, hè, voor de regenperiode, wordt, wordt ingezaaid. En dat is voldoende omdat die, die, die zaden kunnen, kunnen kiemen. Ja. Hey, um, dus dat is één. Uh, en zo'n half maandje houdt het min of meer vijf jaar vol. En een half maandje, dat, dat is eigenlijk de aarde die ontstaat door, door, uh, door de, ploeg. de ploeg. Ja, dus die ploeg die rijdt voort, die rijdt die grond letterlijk open. Mm -hmm. En uh, dat is ook een, alleen een mechanische ploeg, die gaat op en neer. En eigenlijk door die op- en neerbeweging ontstaat een, een halve maan. En elk half maand is onder de grond, tussen 30 en 50 centimeter, met elkaar verbonden. Dus je krijgt de communicerende vaten, zodanig dat elke half maand, als dat goed, goed is aangelegd, allemaal evenveel water heeft. Ah ja. Gedurende de gans die regenperiode. Um, en als je dan, net na de regenperiode, dan zie je de, de jonge intjes al... He, uh, dan zijn die een paar centimeter groot. Um, waarom zaaien wij in en planten wij niet? Uh, want je hoort heel veel dat er geplant wordt vanuit pepinieres. Plantenkwekerijen die dat opkweken en dan worden er boompjes geplant. Dat heeft toch wel een aantal nadelen, dat echt bomen planten in die streek. Uh, namelijk, um, de mortaliteit is daar veel groter. Omdat wij als mens gaan bepalen, ah, dat zal wel een goed boompje zijn... En Uiteindelijk bleek dat dan toch geen uh, mm -hmm. goed boompje te zijn. Als je inzaait, is het de natuur die bepaalt. De survival mm -hmm. of the fittest. En ook licht zal bepalen hey, welk boompje het zal halen en welke niet. Dus dat zijn sterke boompjes. Dat is één. Twee, um, de, de, um, de bomen die uh, naast die, die mortaliteit, kunnen we, um, kunnen we vrouwen eigenlijk ook betalen voor het oogsten en het inzaaien. Waardoor we een soort, uh, hoe moet ik zeggen. De, de vrouwen trachten financieel onafhankelijk te maken van hun man. Mm -hmm. door, um, ver, door eigenlijk nieuw werk en jobs te creëren. Jobs te creëren. Mm -hmm. Dus zij verdienen daaraan en met dat geld kunnen zij hun kinderen naar school laten gaan. Um, maar tegelijkertijd hebben wij ook gemerkt dat um, als je uh, soci eh, door sociologen een bevraging doet aan zulke vrouwen. hoeveel kinderen wil je eh, in die streek. Is meestal het antwoord voor een bos 8 à 10 kinderen. Eén keer dat het bos staat, en ze, hebben, ze ervaren die inkomsten daarvan. Euh, zeggen diezelfde vrouwen vijf jaar later vier à vijf kinderen. Dat is gewoon omdat er genoeg inkomsten zijn om, om, om vooruit te komen. De welvaart stijgt. Het inkomen per capita stijgt. Dat is tussen de 30% en het dubbel van, van het inkomen dat ze daarvoor hadden. Dus dat is, uh, dat is een motor. Die ervoor zorgt dat ook die mensen gemotiveerd raken uh, vanaf het begin. En dat is een heel belangrijk. Dus uh, goed, die boompjes komen dan, zitten dan in die halve maandjes. En het streefdoel is één à twee boompjes per halve maand hebben. En dat zijn ongeveer 300 halve maandjes per hectare. Ja. En 300, dus het minimum dat we willen halen is 300 boompjes. En dat is ongeveer 1 hectare 67 ton over een periode van 20 jaar CO2, CO2. dat hij uh, uit de lucht zal halen ja. en in de grond zal steken. Ja. Wij zien het bovenste deel alleen. Ja. Hè? Um, nu, in het begin, dat gaat heel traag, in het, begin, die boompjes, het groeien van die boompjes. Want wat doet die boom? Die gaat eerst haar wortel ontwikkelen. Dus als het boompje 30 centimeter groot is, dan kan het wel goed zijn dat de wortel 2-3 meter diep is. Um, en als de boom één keer water heeft gevonden, vanaf het vierde, vijfde jaar, 10, 15, 20 meter diep, dan groeit het bovenste deel uh, op. Um, en vanaf hoeveel jaar, jaar zie je inderdaad die resultaten dan? Uh... Um, Zoals op de website stond met zo'n mooie uh, Lion King-achtig landschap. <laughs> ja, ja, dat is wel echt een, een foto hé, van een, een was... goed gelukt deel. Ja, van, ja, uiteraard. Het, <laughs> uiteraard. Dat mag. Het uh, mag. Ja, ja, uiteraard. Maar dat is een, dat is een bos van 7, 8 en 9 jaar. Ja, ja. Ja, dat gaat er ook vrij snel. Maar is ook bijvoorbeeld een voordeel om in de Sahel te werken. waarom wij graag, Dat is een heel moeilijk gebied. Maar waarom wij graag in dat moeilijk gebied werken? Omdat we daar ook de grootste impact realiseren. Ja. Uh, in Burkina Faso was het toenmalig het vijfde armste land ter wereld. Dus als je daar iets realiseert, is je return on investment veel groter dan dat je dat in een rijk land zou doen. Nu, um, waarom zitten wij, of doen we dat liever in, in Sahel dan bijvoorbeeld in de Congo? Bon, in de Congo, ik vind daar niet zo heel veel uitdaging aan om daar bomen te planten, want al dat je daar plant, um, groeit. Direct. Ja, ja veel water. Mm -hmm. hey, en laat de correlatie ook bijna één op één zijn hoe meer water er is, hoe meer groei dus hoe meer CO2 captatie dus als je het zou doen voor de money, ja, dan moet je het doen in, in, in Congo um, want dan kun je heel veel CO2 vangen maar um, en je kunt er uiteraard ook uh, impacts, hey, sociale impacts realiseren. Daar is impact misschien in Congo is de impact qua CO2 percentueel de, de, de grootste, terwijl dat jij misschien met, met, uh, met dit initiatief meer de focus wilt leggen op de brede, niet alleen die rechtstreekse CO2-uitstoot. Correct, impact. Ja, ja, dat is het inderdaad. En um, het voordeel, om ook in de Sahel toch te werken, is als er een boom sterft, dat duurt dan duurt dat misschien 40, 50 jaar of langer, alvorens dat heel die boom weggerot is en terug die CO2 heeft afgegeven aan de atmosfeer. Gewoon omdat het dan zo droog is dat de, dat trottingssysteem heel heel traag gaat Toen dat in de Congo en de boom gaat dood binnen het jaar maximum twee jaar en de boom is verdwenen mm -hmm. en terug in de atmosfeer gekomen ja. dus dat heeft uh, ook de Sahel andere dynamiek het, ja. Dat is een andere dynamiek um, dus ja één keer dat het bo de boompjes water hebben gevonden um, groeit het bovenste deel um, en dat is rond het vijfde e jaar op vierde vijfde zesde jaar dan zien ze echt wel Heel snel uh, de hoogte in gaan. Hmm. En is daar eigenlijk nog veel onderhoud aan? Hè? Dus jullie doen uh, die inplanting dan hè, tijdens het, het regenseizoen en achteraf hè, volgen jullie dat op. Um, is daar veel opvolgingswerk aan, actief in die eerste jaar, als een soort van kindje, een babytje dat je moet begeleiden? En, en dan kan dat. Uh, you, can set it for, you can set it free. Ja, er is, er is wel wat onderhoud natuurlijk nodig. En we doen dat uh, met de plaatselijke bevolking. Je moet de plaatselijke bevolking achter je systeem, uh, ja, achter je systeem en achter je project krijgen. Dus mm. het eigenaarschap moet je quasi onmiddellijk afgeven. En zij moeten duidelijk zien wat hun, hun voordelen zijn. Nu, um, um, dat, Het is die dynamiek die ervoor zorgt dat uw bos blijft bestaan gedurende twintig jaar en langer. Een van de uh, treads die er zijn in een sotanalyse is het vee. Dus in Senegal moeten wij die bossen omheinen. Mm -hmm. Moeten die bossen bewaakt worden? Daarvoor betalen wij ook de mensen. Um, Opdat ze niet dat gras opeten dat in, hey, rond dat bos uh, groeit. Uh, maar dat is een cashcrop dat ze kunnen verkopen. Dus dat is een benefit, of dat ze dat bos in doog zouden houden. Een cash crop, dat is het woord dat je gebruikt voor... Er wordt een crop... Een gewas, gewas dat, geld, ja. dat geld opbrengt. Ja. Nee, en gras is een, is een dankbaar uh, uh, gewas, want daar moet je niet veel voor doen. Hè? Dat groeit gewoon, dus wij zaaien dat mee in. En dat groeit gewoon en dat kunnen ze dan tijdens de toppunt van de droogteperiode kunnen ze verkopen aan de veehouders. Ja. Nee, gewoon een economisch systeem, wachten tot het droog genoeg is en dan verkopen en dan krijgen ze de hoogste prijs. En je moet, wel, je moet rekenen, ongeveer voor een, 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 een uh, oppervlakte van 250 hectare, eh, ongeveer brengt een, een, een uh, gras drie, uh, pardon, ja, 3000 euro op per jaar. Dus dat is, allee, dat is substantieel. Moet, eh, het inkomen per capita is 3000 euro. Dus die 3000 euro voor de gemeenschap, um, en door de gemeenschap te beslissen, kan daar bijvoorbeeld gebruikt worden om zonnepanelen aan te kopen. op dat de school... Um, ook PC-lessen kan geven, om u maar een idee te geven. Maar dat is op initiatief van die mensen zelf, daar komen wij niet in tussen, dat wordt wel begeleid. We gaan, in, uh, we gaan nu ook samenwerken met Plan International, en het zal Plan International zijn, die die socio-economische impacts hey, uh, met ons mega gaat ondersteunen. Uh, maar uiteraard vanuit de winst, wat ja, dat die mensen daar willen. Mm -hmm. um, en verder heeft dat, uh, ja, dat bos heeft bewaking nodig. Dieren. In Burkina Faso was dat bijvoorbeeld uh, dat was niet nodig, omdat de druk van het vee veel lager was. Dus was er, eigenlijk waren er geen uh, hekken nodig. Um, maar hebben we hebben wel geconstateerd na vijf, zes jaar dat bijvoorbeeld de grijze hyena terugkwam. Nu, als de grijze hyena terug, uh, terug is, dat is een dier dat op de top van de voedselpyramide staat, dan weet je dat de rest er ook is: de ratten, de muizen, de, de konijnen, en de hazen enzovoort, het klein wild. Um, en dat, u, dat je evenwicht aan het creëren bent. Um, dus ja. dat hopen we ook in, in Senegal uh, te bewerkstelligen: dat, die, dat, die, uh, ja, dat is niet alleen in flora, maar ook in fauna, dat we daar die biodiversiteit kunnen verhogen. Um, hoe, hoe kom je eigenlijk van zo'n grote woestijngrond naar, 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 naar dieren zoals een hyena, wat eigenlijk echt een gigantisch. Dus daar zitten nog heel veel stappen eigenlijk tussen. En, en zetten jullie daar dan kleine diertjes uit? Of is dat allemaal. Dat, kon, dat komt vanzelf. Dus je hebt eigenlijk. eigenlijk de veerkracht van de natuur is enorm groot. Ja, blijkbaar, ja, ja. En je moet maar een klein zetje geven. En de natuur zal de rest wel doen. Maar het is dat zetje dat de natuur terug nodig heeft. Je hey, uh, doet er niks, dan is die grond keihard. kan dat zaadje niet kiemen. Dus met andere woorden, het enige wat wij doen. is die grond openrijden. opdat dat zaadje kan kiemen. Mm -hmm. hey, dat, dat is het eigenlijk. Um, en uiteraard bewaken en, en tellen, um, tellen waarom, we moeten minstens 300 bomen hebben. Ja. Dat is nog een voordeel van het inzaaien, als je geen 300 bomen hebt, ja, dan, um, dan zaaien we bij. Hey, dat is één, uh, maar bijvoorbeeld ook, als je plant, heb je een enorme logistiek nodig. Je hebt veel mensen nodig om al die bomen, die duizenden bomen, uh, te gaan, gaan planten. Ja. In Het zaaien, de, in, in ten, allez, Op het één van, van één hectare zal er 300 bomen staan uiteindelijk. En een ander misschien 500 en een ander uh, 600, whatever, doet er niet toe. Maar uh, we laten de natuur uh, het doen. Um, maar inderdaad, het heeft uh, gewoon een zit nodig. Mm -hmm. Om de kostprijs, inderdaad, om het, om het uh, in werking te zetten, is dan relatief beperkt. Um, bijvoorbeeld uh, het inzaaien kost. Hè? Want jullie delen dan misschien een loon uit? Of hoe, hoe gaat dat in, in zijn werk? Ik ken nu de, de breakdown-kosten uh, niet, niet uit mijn hoofd. Uh, maar een 1 uh, een hectare bos, 1 uh, hectare opnieuw te herbebossen, uh, is, kost ongeveer 600 euro. Maar daar is ook alles mee gerealiseerd. Dat is het eigenlijk. He? Dus dan heb je 300 bomen, uh, gras. Kruiden, een, heel, een, systeem dat, een economisch systeem dat op gang komt. Dat voor 600 euro. Voor een dorp dat ernaast staat, um, um, ja, die hun kinderen kunnen naar school gaan, migratie stoppen enfin, enzovoort. Uh, dus die kost is eigenlijk relatief laag om, um, om zoiets te bewerkstelligen eigenlijk een, een, een metamorfose te creëren, landschapsherstel, landschapsarchitectuur, hè, naar het oorspronkelijke teruggaan. Um, ja, dat is gewoon boeiend. Om, eh, vanuit, ik ben een informaticus uh, slash accountant ooit geweest in een vroeger leven, om dan nu dit te doen. Deze is... Uh, nee, dat is gewoon plezant. Dan kan ik mijn e-mail. Zijn er projecten waarin je zegt, dat, uh, bij dat dorp, wat ik daar gezien heb qua impact, dat was ongelooflijk hoe dat ze daarmee om zijn gegaan. Dat zijn er bepaalde projecten waar je echt super fier op bent eigenlijk. Ja, ons allereerste project, dat blijft toch altijd, ik uh, moet je dat zeggen, uh, iets nauw aan het hart uh, <laughs> liggen natuurlijk. Dat, het, dat was in lingo. En lingo toevallig betekent... In Lengo, Burkina Faso. In Burkina Faso. En toevallig, dat wisten wij ook niet op voorhand, maar dat betekent de naakte aarde. Um, en daar hebben we onze eerste 100 hectare aangelegd. Um, ja, dat is... Uh, die, die vijf, zes, zeven jaar die we dan dat hebben opgevolgd... Uh, pardon, ja, dat is iets uh, plezant En vooral de mensen daar hebben daar uh, hun voordeel ja. uitgehaald. En nog altijd. Dat is eigenlijk wel leuk. Um, dat, ja, dat is toch een... Dat blijft altijd de, het referentiekader. En zijn er... Um Gekke, innovatieve ideeën die zijn ontstaan door de lokale bevolking. Door daar inderdaad... Uh, um, uh, Een veehouder kan, uh, kan, kan terug op start gaan. Uh, misschien gaan ze inderdaad zonnepanelen plaatsen, dat je dat zegt, in die, in die green wall. Um, heb je al gekke dingen gezien dat ze daar eigenlijk beginnen met te doen? Uh. Um, echt de, de gekke dingen nog niet. Um. Ik moet soms gekke doen, dingen doen aan die mensen. Uh, bijvoorbeeld met paard en karrijden, die ik nog nooit heb gedaan. Uh, dat, ik daar, dat geven ze mij wel soms uh, en dan kunnen ze er goed mee lachen. Omdat ik er <laughs> totaal onhandig in ben, in zo'n dingen. Um, maar uh, ja, kijk, in, in, in een van de dorpen heb ik op een gegeven moment, Ik was eigenlijk wel een foto van, ik weet niet wat op de website staat, was goed gevonden. Dat was een, ah, een echt gek ding, een hut uh, van de Peuls, dat is uh, in stro gemaakt. Helemaal in stro. De, de Puls, dat is... Dat is, de... dat is een, een normale volk. Nomade volk, ja. En op die hut stond er een zonnepaneel. En daarmee kon hij, uh, hij of zij, uh, de gsm uh, opladen. En binnen in de hut was er een klein ledlichtje. Um, en zo, dat creëerde natuurlijk... Vanaf zes is daar donker, al of zeven is het donker. Die hadden wel licht. Ja. Hey, dus uh, dat was eigenlijk cool bedacht. Hey, dat... Ja, dat zo uh, met de, allez, ze hebben dat, dat zonnepaneeltje gekocht met dat gras voor hun eigen licht en om de, de gsm te kunnen opladen. Dat vond ik wel een leuke. En wat ook een hele plezante is, um, nu, allez, nu dat ik er toch over praat, soms vind je van die bomen waar dat gsm's aan groeien. Dus dat <laughs> vol gsm's. Ik denk dat ze denken dat dat, dat beter bereik geeft, nee, om een of andere reden. I don't know. Maar dat is heel bizar omdat bomen met gsm's. In... Ja, hangen die daarop? Ja, ik denk dat. Ja. Ik heb nog nooit iemand betrapt wie dat het eraan hangt. En voor welke reden. Dus ik heb het nog niet kunnen vragen, maar dat zijn zo'n dingen die ik die wel dat, eh, dat is misschien interessant. Um, eh, we hebben al gepraat over eh, de, de, het opzetten van, 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 het, van het bos, um, eh, en de lokale impact. Um, je hebt ook even kort aangehaald, de CO2-impact. Je spreekt daarover certificaten. Verwijs ook naar Kyoto. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Um, eigenlijk, Kyoto in 2000 is ontstaan... Op welke manier kunnen we nu, oh, um, op welke manier kunnen we nu um, funding vinden opdat er bossen zouden aangeplant worden? Of dat, op dat men... Um, minder CO2 zou produceren enfin, enzovoort. En dan is dat systeem ontstaan, bedacht. He, dat, laten we de CO2 valoriseren en daar een ja. waarde aan geven. Vanuit ons economisch bestel wereldwijd. Um, en als je uh, bossen, dat is obvious, hè, um, een boom groeit, we hebben geleerd in het eerste of tweede studiejaar dat dat CO2 opneemt en zuurstof ja. teruggeeft. Ja. En die CO2... Seems like a good deal. Huh? Ja, inderdaad. Um, en die uh, CO2, doordat dat gecapteerd wordt, dat kan gemeten worden. En die captatie, hoeveelheid, krijgt dan een waarde. En daarmee kun je je eigen CO2 gaan, gaan compenseren. Uiteraard mag het geen uh, schaamlapje zijn of een... Uh, laten we greenwashen. Nee, um, dat is niet de bedoeling. Eigenlijk is de bedoeling dat ook bedrijven... Um, hun CO2-trachten naar beneden te krijgen, maar vooral door te investeren om minder CO2 te produceren. Um, en daarvoor heb je technologie nodig. Nu, we zijn op dit moment ook nog beperkt in, in technologie dat niet alles naar beneden kan gehaald worden. Mm, nou ja. Een mooi voorbeeld is de auto. We gaan nu stilke dan ook meer en meer naar de hybride om uiteindelijk naar uh, elektrisch over te gaan. En uiteraard onze powercentrales die, die, die uh, um, energie opwekken, elektriciteit opwekken. De dag van vandaag is er nog allemaal steenkool en, 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 en olie enzovoort. Maar meer en meer ziet je transitie ontstaan van zonnepanelen, windmolens enzovoort. Dus dat heeft tijd nodig. En om die tijd te bufferen, kun je compenseren. Komt er eigenlijk op neer. Um, en wat doen wij met een bosproject? Dat is uh, dat bosproject eigenlijk... Um, opwaarderen, zodanig dat je er ook een hogere prijs voor kunt vragen, opdat je um, die socio-economische impact kunt realiseren, om op de long run en dat is niet zo heel lang, dat is op vijf, zes jaar, dat, je dat, al, dat is middellange termijn, migratie stopt. En daar hebben wij ook een voordeel van. Eén, maar we hebben een ander voordeel, dat is klimaat, nee, dat, dat we daarmee ook verbeteren. Dus wij hebben allemaal win-wins. En dat is ondernemen. Mm -hmm. En um, is het idee, uh, want jullie businessmodel is voorlopig aangestuurd, denk ik, op hè, sponsorship, hè, de, ja. de, de giften dat jullie krijgen. Um, gaan jullie dan um, op termijn ook die certificaten dat jullie kunnen eigenlijk opeisen, hè, van, of, doordat jullie de bossen planten, gaan jullie die dus ook terug op de markt gooien en verkopen? Nee nee. Um, wat, dat zouden we kunnen, maar het is eigenlijk een, een bedrijfgift. ...aan ons een exante lening, financiering. Dus daarmee zetten wij bossen aan... ...en wij geven, één keer dat die bossen vanaf het vijfde, zesde jaar... ...wordt dan de CO2 gemeten. En die certificaten geven wij gratis aan het bedrijf... ...die ons die ex financiering heeft gegeven. Ja. En dan komen die certificaten... ...worden die certificaten uh, geretired. Die gaan op pensioen. Je kunt die niet opnieuw verkopen. En dan zou je het, zou het twee keer doen. Ja, allez, dat is ethisch niet juist. Dat is pure fraude. Um, maar dat is eigenlijk de werkwijze waarop wij werken. Ja, ja, ja. want er zijn inderdaad verschillende businessmodellen hè, in, in de markt. Ja, wij zijn een, uh, een, een VC2 die, um, um, die op deze manier werkt. Um, niet voor, hey, wij zijn een non-profit organisatie, maar er zijn inderdaad uh, profitorganisaties die daar puur om winst via uh, doen en uh, meer bezig zijn met het realiseren van die co 2 storm en bebossing bijvoorbeeld, dan met de socio-economische impacts die ze daarmee zouden kunnen uh, realiseren. Ik vraag me af, is er een soort van leveling, level playing field nodig? In Europa zijn ze daar uh, sterk in om um, per, per organisatie, die uh, ik denk dat de meeste organisaties hun best doen om, om de, de juiste impacten te genereren, bijvoorbeeld in Afrika, om, om daar een soort van standaardisatie van te maken van Hoeveel impact heb je dan op de, de lokale economie, de CO2? Omdat anders is het moeilijk om te vergelijken als bedrijf met welke organisatie ga ik nu in zee. Ja, um, wel, om die CO2 te, te certificeren, gaat je in zee eigenlijk met een, een, een standaard. Zo zijn er verschillende standaarden. Uh, je hebt de, de, de golden standaard van de WWF, je hebt Plan Vivo, Vera, enzovoort. En eigenlijk... Maak je als organisatie een keuze op basis van een, 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 een studie, um, die het meest, het nauwst aanleunt met hetgeen jij wilt realiseren. Ja. Um, en allee, naar, bij ons toe zal dat waarschijnlijk, want die studie is voor Senegal volop aan het lopen nu, en eindigt eind, eind deze maand, dan gaan we resultaat weten um, en morgen, uh, gaat, allee, van, dat gaat leiden tot één van die drie. Ah, ja. Jullie vragen eigenlijk uh, van een onafhankelijke partij. Gaat jullie dan onderzoeken om te kijken van welk soort van profiel? Ja, dan niet alleen, maar ook wat zijn de mogelijkheden? Zijn hoeveel, de mogelijkheden ja. hoeveel CO2 kun je daar capteren? Wat is de wetgeving? Van, enzovoort. Dat is, uh, is, de, is dat een, een lijvig onderzoek, dat is ja. relatief conflict. En is ja. dat een, 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 een publieke instelling of is dat de, de overheid uh, lokaal in Senegal? Dat dat, uh, nee, nee, nee. Dus, um, uh, dat is CO2-Logic die dat voor ons doet. Hey? Ah, okay, om dan ja. reclame te maken voor, uh, voor hen. Nee, die zijn daar zeer bedreven in. Uh, ja. uh, dat is eigenlijk een ingenieursbureau die dat. Uh, die ik, heb, dat, ik, dat heb gehaad, ik heb ze gehad uh, op de show. Ah, oké. En zij zijn eigenlijk meer de, de, de partij die dan u kunnen helpen om te kijken van welk label. Ja, ja. ja. alleen die gaan ons adviseren. Allee, die, zo kunnen wij. Die gaan niet ons adviseren, maar die maken die studie. En wij, uit die studie gaan wij kunnen uh, uithalen van goed. Dit ligt, meer in, dit ligt in onze lijn, wij gaan kiezen voor Vera of voor Plan Vivo of voor weet ik welke um, um, standaard. Mm -hmm. En dan gaan we daarmee werken. En het is zij, dat is eigenlijk een, een audit. Eigenlijk komt het erop neer: die auditeren ons. Ja. Die doen de controle van begin tot einde. Um, dus dat moet ook vanaf het begin op een goede manier opgezet worden. Mm -hmm. is, het, is er niet een zekere complexiteit nog door. In Europa heb je hè, uh, meer standaarden en, en wetgevingen. En je hebt ook een, een soort van CO2-trading systeem tussen mm -hmm. de verschillende uh, organisaties en bedrijven. In. in Afrika heb je misschien minder die wetgeving. Maar je kunt dan wel terugvallen op het Parijsakkoord. Dat is eigenlijk iets wat dan wel wereldwijd. Dat is inderdaad wereldwijd afgesproken. Ik ben daar ook geen specialist in. Het is heel complex. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat er afspraken zijn gemaakt geweest tijdens de Paris Agreement voor elk land, hoeveel CO2 ga je doen en in wat. Hey, hoe ga je dat realiseren? Uh, met, met herbebossingen, met uh, uh, biomassa, met uh, elektrische wagens, met uh, allee, uh, windenergie fijn, enzovoort. Ja. Hey, dat geldt eigenlijk voor elk land, ook voor de Afrikaanse landen. Ah, ja. Die hebben zich er ook voor geëngageerd. Ge ja, dat is juist. Um, en dus, wat is bijvoorbeeld een, een, een complexiteit in een land als Senegal? Um, wordt, heeft Senegal eigenlijk beslist dat zij ook hun CO2 gaan, gaan doen met bossen? Dus als wij dat ook doen met bossen, om dat niet twee keer te tellen, moeten wij, vragen aan, moeten wij een toelating krijgen van uh, de Senegalese overheid dat we die CO2 mogen exporteren. Ja, want anders dan krijg je situaties zoals in IJsland die hun certificaten exporteren en dat dan niet in rekening brengen. Voilà. Ja, voilà. En dat, dat willen we ten, ten koste van alles ook voorkomen. Wij willen op een betrouwbare manier ja. uh, die CO2-certificaten aan, uh, CO2 aan bedrijven kunnen aanbieden, waar zij 100% van, van uh, overtuigd zijn ook dat die CO2 gecapteerd is en zij alleen daarvoor voor hebben betaald. Mm -hmm. En dat ik hier bijvoorbeeld geen Porsche mee ga uh, kopen, ja, ja, nee, nee, dat, dat, is transparant is. dat dat heel transparant is. Want wat is eigenlijk de ervaring voor um, de sponsors hè, of, of de investeerders dat, dat je aantrekt? Um, stel, ik heb, een, uh, uh, ik heb een KMO en ik, ik vind dat heel belangrijk en ik wil daar persoonlijk ook achter staan. Voorlopig is dat nog vrijwillig, denk ik, hè, de Belgische organisaties. Um, en ik ga met u in zee. Hoe is mijn ervaring om met u in zee te gaan? Um, ja... Tot de dag van vandaag is dat altijd vrijwillig gebeurd. Hey, ja. uh, hebben wij geen, uh, standaard, hebben we geen standaard gehanteerd. Uh, maar wij hebben wel ged gedaan alsof dat we die standaard uh, hebben, hebben gehanteerd. Dus we hebben een proof of concept, uh, concept afgelegd in Burkina Faso. En in Senegal is het een stabieler land om investeringen te kunnen aantrekken. Uh, om die CO2-certificering te kunnen gaan doen. En waarom doen we dat? Om dat op grote schaal te kunnen uitzetten. Want we hebben er zeven jaar over gedaan om 10.000 hectare aan te leggen. Wij willen dat echt wel substantieel gaan, gaan vergroten. Maar daar heb je toch wel wat zin voor nodig om dat te, gerealiseerd te krijgen. Um, ik, denk dat het, ik geloof dat het op het programma staat. We willen op de komende vijf jaar 25.000 hectare realiseren. Nu, dat is maal. Dus dat is maal 2,5. Maal 2,5. Hey, um, maar gecertificeerd. Ja, ja. ja dat, met... Dat aangetoond wordt. Ja. Dus dat is een heel andere dynamiek uh, dan, uh, allee, dan, dan puur als particulier om uw CO2 te certificeren. Wij kunnen dat wel gewoon jullie zeggen, van, als jullie ons geloven, voilà, wij hebben dat voor jullie gedaan. En dat is dan via Google Maps op te volgen waar het uw project is en, enzovoort. Hey. Plant een boom, denk ik. Dan. Ja, plant een boom. Hey. Ja, ja. Zo ook onze, allee, dat, dat initiatief heet. En dat kunnen we dan opvolgen. Nee, dat is de bedoeling, via impact, uh, ja, via impact, geloof ik. En dan zie je waar je bomen staan, hoeveel CO2 enzovoort. Maar wil je dat doen op, een, op, een, op grote schaal, heb je mensen nodig die, die dat vanuit hun bedrijf willen, willen realiseren. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld, hè, je hebt een aantal projecten, begrijp ik, en werkt bijvoorbeeld samen met uh, Energy Lab. Ja, ja inderdaad. Ja, dat is, uh, kijk, met Energy Lab hebben we nu een, een, een overeenkomst uh, dat we... Uh, op een sportieve manier, um, dus voor elke kilometer die men loopt, fietst, wandelt, wat dan ook, um, wordt eigenlijk een, een boom geplant. Om het heel simplistisch uh, uh, uit te leggen. Het komt er een beetje op neer dat we aan um, purpose motivation willen doen bij de mensen die werken voor een bepaald bedrijf. En tegelijkertijd hebben we een overeenkomst aangegaan met het bedrijf. Hoeveel CO2 willen jullie compenseren? En dan is er een regel van drie. Oké, okay, zoveel kilometer gaan jullie moeten lopen, uh, fietsen enzovoort, om dit te, te, te realiseren. Dus dat is de Linea Verda Challenge. En Linea Verda betekent de Groene Lijn, het is iets Esperanto, en met een knipoog naar de Great Green Wall. Ja. Um, en bedrijven gaan dan eigenlijk hun eigen bos kunnen opvolgen, um, ook de, de, de werknemers, waarvoor dat ze die sportprestatie hebben, hebben gedaan. Um, en dat denken we wel dat dat een hele leuke challenge is om mensen ook te sensibiliseren, maar ook mensen om te motiveren iets te doen voor het klimaat en tegelijkertijd ook voor jezelf voor je gezondheid. Want ik vraag me af uh, als ondernemer, hè, uh, wat is de grootste challenge voor u? Is de grootste challenge om Inderdaad, die, die, die lokale bevolking mee te krijgen en, 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 en de, de effectieve operaties te doen. Om, of is de grootste challenge om de, de funding aan te trekken van particulieren of organisaties, bijvoorbeeld in België? Maar, het zijn alle twee challenges, um, maar eigenlijk op een, op een ander niveau. Um, maar de bevolking daar op één lijn krijgen, dat is een... Uh, dan moet je elke keer opnieuw uitleggen, hen um, overtuigen van wat het de, de voordelen zijn voor hen enzovoort. Um, en aan de andere kant hier, je uh, CO2. En dat, misschien, dat wou, wou ik ook nog wel even zeggen. Wij werken op de Voluntary Emission Reductions. Dus dat zijn eigenlijk bedrijven die op een vrijwillige manier hun CO2 winsten te compenseren. Niet voor de uh, bedrijven die CO2 moeten compenseren. Dat zijn de Certified Emission Rights. Dus dat is een, een andere categorie. Uh, daar kunnen ze niet bij ons terecht. Mm -hmm. Ze mogen wel ver certificaten aankopen, maar dat wordt niet mee afgerekend uh, vanuit hun plafond, die ze maar mogen halen. Is dan hey, toch wel eventjes een verschil. Uh, maar in de funding, um, we zijn nu volop uh, uh, bezig om met een aantal bedrijven, de Founding Fathers en Mothers, uh, op te zetten, om zo een, uh, ja, via een charity board um, controle te geven over. Hoe dat we het proces um, helemaal uitzetten. Um, en dat volgens de principes van um, goed beheer. Mm -hmm. En is het idee, hè, bijvoorbeeld, hè, de naam uh, alludeert misschien naar artsen zonder grenzen, hè, um, ondernemers zonder grenzen, om ook dat, als ondernemer misschien met dat principe naar het buitenland te stappen? Of, of wil jij, waar liggen nu ambities? daaromtrend? Wel, mijn ambitie mijn ambitie is ik zal het anders zeggen wij doen een project die je eigenlijk kunt zien als die, de Great Wall is, is gerealiseerd zou, Je gaat die kunnen zien vanuit de maan dus wij maken daar een deel van uit, dat, dat wij dat in Senegal kunnen realiseren en we weten later in Ethiopië misschien uh, aan andere landen liggen soms wat moeilijk denk aan Tjaat en Soudaan uh, Eritrea Djibouti, dat zijn ook wel uh, moeilijke landen uh, Bon, wij zijn een van de weinige treeplant-organisaties in, uh, in die grote groene muur. Wij hopen dat er vele bij bijkomen en ons voorbeeld uh, overnemen. Dat is eigenlijk eerder mijn ambitie ja. dan um, um, ja, de grootste willen zijn uh, in, in, in ons project. Nee, uh, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren om het mee met ons te doen. Want die Great Green Wall wordt dan inderdaad geplaatst door ondernemers zoals jullie... Maar misschien ook door een groot deel door de lokale overheden. Ja, nee. Die lokale overheden hebben soms de middelen niet om het te realiseren. Dus die zijn al. Bijvoorbeeld in Senegal zijn ze heel blij dat wij ja. voor hen dat gaan, gaan uitzetten. Maar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is Niger. Waar geen enkele organisatie is tussengekomen, maar ondertussen wel 5 miljoen hectare bos is bijgekomen. En gewoon vanuit 5 miljoen. 5 miljoen. En dus we werken op 25.000 hectare en zo zijn er nog een aantal die, die ah, 5.000 hectare of 10.000 ja. hectare doen enzovoort. En de Grote Groene Muur ook. Ik geloof dat het project voorzien is uh, over 600.000 hectare per jaar aan te leggen de komende 10 jaar. Dus, allez, mm -hmm. Met de funding van de Wereldbank. Met en, ja. de funding weet ik wat. Maar daar is er in Niger een bos ontstaan van 5 miljoen hectare, 5 miljoen. Zonder dat daar nauwelijks een mens is tussengekomen. En dat heeft gewoon louter te maken met. Er waren veehouders die de bomen lieten staan. En er waren er veehouders bij die uh, niet geïnteresseerd waren in de bomen. En na x aantal tijd zag men dat de veehouders die de bomen hadden laten staan. er nog gras was tijdens de droogteperiode voor hun koeien. En de anderen niet. Wat is het resultaat? Is, ja. Dat is niet moeilijk. He? Dat is geen uh, rocket science. Dus die mensen. Op een gegeven moment iedereen was ervoor om bomen te laten staan. En plots creëert je dan 5 miljoen hectare nieuw bos. Fantastisch toch? De natuur doet zijn werk. En de natuur doet zijn werk, ja. Uiteindelijk lukt dat wel. Maar als je het natuurlijk altijd laat opeten door je, door je vee, door je beesten, ja, dan, dan gaat het kapot. Want je, je buit uit. Hè. Je hebt een, een te grote veestapel omwille van culturele redenen. Hey, uh, men heeft dat soms alleen ja, Omwille van de cultuur heeft men dat nodig om bruiloften te betalen, enzovoort. Um, maar het is niet aan mij, allee, ik voel me niet geroepen om tegen die mensen te zeggen je moet wat minder vee uh, uh, kweken. Nee, nee, nee. En dat is, allee, ik weet niet hoe je daarmee moet aan beginnen. Um, maar door vooruitscheidend inzicht gaan ze wel op een gegeven moment zien dat uh, ja, hun, hun dieren geen eten meer hebben. En dat misschien wel eens interessant kan zijn om toch voorstander te zijn om bossen aan te leggen, om dat veel meer uh, in evenwicht te brengen, waardoor hun dieren toch nog uh, gras hebben. Uh -huh, uh -huh. Uh, een ander project dat ik had gezien dat jullie deden was uh, het fietsen doorheen, uh, doorheen Afrika. Ja. Ik, er, ik, denk, ik denk dat ik er een filmpje zelfs uh, van had uh, klaarstaan. Ja. – Voilà. Cycling, uh, <laughs> cycling for climate. Ik zal eens zien dat ik het wel kan, uh, kan opzetten. Hè. Ja. Cycling for the climate, ja. Ja. Waar dat ook uh, Gilles Peters mee, mee was, denk ik. Ja, ja, ja. Maar dat, um, ja, ik heb er een heel warm gevoel van. Um, en nog altijd, en al die deelnemers... Van toen, er waren toch een, een veertigtal CEO's van corporate uh, ondernemingen, uh, waaronder uh, ja, van die Lloyd Accenture, uh, ja, noem het op. En dat was eigenlijk een initiatief van Steven Buizen van CVC Capital en Bob Verbeek van Golazzo, um, die, um, ja, die, die, die die sportieve prestatie wilde realiseren in de grote Groene Muur. Enfin, um, het idee kwam in 2019, denk ik. Um, we hebben dat eenmaal uitgewerkt samen met Velo Afrik. Um, en zo gezegd, zo gedaan. En zo zijn we met die 40 uh, CEO's naar het project gereden. En wat het leuke daaraan uh, was, doordat ze dat met hun eigen ogen hebben gezien, ja. Ja, zijn ze allemaal overtuigd geweest van, dit is het. Dit realiseren we. En... Um, ja, zo komen we vooruit. En zo is dat dan verder uitgewerkt geworden, nu mee, en ook naar de Energy Lab toe, om, um, om dat hier in België ook te doen, um, samen met bedrijven. Een um, of twee mensen gaan dan gaan mee kunnen met ons om um, het project te kunnen bezoeken, al fietsend, al sportend. Um. Want inderdaad, general... zit je niet op een soort van... Zit je niet op een soort van hot market? Is... is... Is, is de interesse in dit soort van projecten niet groter aan het worden? Zijn er veel mensen die aan, aan jouw mouwen gingen trekken? Links ja. En rechts? ja, ja, dat is ook zo. Um, kijk, het grote voordeel van zulke projecten, zoals zaken for the Climate, is eigenlijk ook een, het creëren van community, van samenhorigheid, um, van um, bedrijven, bedrijfsleiders met diezelfde. Kijk op de wereld, ook in het kader van klimaat. We hebben allemaal kinderen, we hebben allemaal uh, uh, vrienden, vriendinnen enzovoort. En we willen eigenlijk een wereld laten aan, aan de jeugd die, die, die nog leefbaar is. En we hebben uiteraard ook te maken met uh, economische uh, realiteit. En op welke manier gaan we dat nu in evenwicht brengen? En in ons programma, waarin we de ecologische, sociale en economische impact in evenwicht willen brengen. En dat ook tonen dat dat mogelijk is in een van de meest moeilijke gebieden ter wereld. Want is dat, is dat is inspirerend? Is dat gefietst geweest dan in Senegal? Of? Ja, ja, dat is gefietst geweest 400 kilometer in Senegal aan een temperatuur tussen de 40 en de 50 graden. Amai. Dus uh, ja, ja, allemaal stuk voor stuk uh, hebben, we dat, hebben we dat gedaan. Dat is een ervaring op zich. We hebben dat in etappes uiteraard gedaan, niet in één keer. Maar toch uh, op, vier dagen, op vier dagen, dus ongeveer gemiddeld, ja, 100 kilometer gemiddeld gereden. Ja. En heb je dan uh, uh, veel feedback van die ondernemers die achteraf, misschien uh, word of mouth, dat gaan ver verder vertellen en zeggen van kijk, wat ik gezien heb, dat is echt ongelooflijk. En, en die impact dat we kunnen doen, is er een soort van spiraaleffect? Of, of ben ik naïef nee, om, nee. Om, 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 om dat te denken? Nee, nee, er is inderdaad... Uh, weten, eigenlijk is er een grote vriendschap aan Wij hebben nog altijd deze, de WhatsApp-groep, waar we regelmatig dingen, dingen delen, waar, hey, onze progressies. Um, waar ook bedrijven mee willen gaan, gaan participeren in, in het uh, Samen met Energy Lab om een, uh, een, een, een de, de Linea verder Challenge te gaan, gaan uitzetten enzovoort. Maar uh, dat is inderdaad een spiraal uh, ontstaan. Um, ja, ik moet zeggen, de dag van vandaag, het is heel plezant, hè, maar uh, uh, we zoeken nu ook mensen om, om mij ook wel te, te ontlasten. Zeven ja. um, op de zeven, 24 op 24 uur bij wijze van spreken. Uh, dat is leuk. Uh, zeker in, in een project als deze. Maar uh, ja, we, worden, we zijn aan het, aan het groeien, we worden groot. En dan is het plezant dat er mensen zoals Steven, zoals Bob, hey, zoals andere uh, initiatiefnemers nu uh, die, die aan het komen zijn om dat echt op te boosten. Ja. En die hebben ook nodig. Zo'n zo mensen om dat verhaal te vertellen, aan hun mensen, aan hun personeel uh, dat, dat enthousiasmeringseffect creëren, waardoor um, ja, ook hun eigen personeel. We zien het ook op de Koning Boudewijn Stichting, dat er mensen hoe langer hoe meer doneren um, voor, voor ons project. Puur, ze krijgen er een fiscale attest voor en dat is het eigenlijk. Maar daardoor ook vertrouwen is, is gerealiseerd. En toevallig, een paar dagen geleden op Radio 2, en dat is leuk dat we vermeld worden door um, de KU Leuven, als dat we een betrouwbare partner zijn. Um, en het is eigenlijk al die dingen die, die ervoor zorgen dat we... Ja, erin slagen om, om funding te vinden. Mm -hmm. Op een bepaald moment, ik heb al de feedback gekregen van vrienden die zeggen, welk bedrijf gaat er nu vrijwillig compenseren? Hè? Gaat er nu vrijwillig instappen in, in zo'n verhaal? En natuurlijk, ik denk dat er wel altijd voortrekkers zullen zijn. Um, is, er, is er op een bepaald moment, zullen er wetgevingen komen, denk je, die dat verplichtingen gaan doen? Um, en staan die ook in de stapel met de Green Deal? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, of er een wetgeving gaat komen, dat weet ik niet. Ik denk, uh, wij hebben een code, code buizen. We hebben de corporate government uh, code. Daar ben ik eventjes de, de naam kwijt ervan. Um, en dat is op vrijwillige basis. En wat zien we eigenlijk dat heel wat bedrijven, en dat we vandaag in hun CSR-rapportering verschillende items rond duurzaamheid, al opnemen, mm -hmm. rond klimaat. Eh, door bijvoorbeeld een beslissing te nemen dat in een wagenpark de nieuwe auto's geen diesels meer zijn, maar hybride wagens moeten zijn. Om maar één voorbeeld te geven. Um, en ik denk dat een bedrijf die naar de toekomst kijkt, zal dat doen vrijwillig. Um, en opnieuw, ik val een beetje in herhaling, maar um, we hebben allemaal kinderen en ja. we, we hebben allemaal een, een, een wereld af te geven aan onze toekomst. En um, um, ja, ik, alleen, misschien sommige mensen hebben een verkeerd beeld over, over Ondernemerschap, dat dat zakkenvullerij is enzovoort. Maar um, impactinvesteerders en investeerders die naar um, kijken naar morgen, dat is eigenlijk allemaal stuk voor stuk mensen die um, in, hun, eigenlijk in, hun, in de buidel uh, gaan en zeggen van kijk, dit is een goed project, Hier, dit willen wij mee steunen en we verwachten daar gewoon CO2-certificaten voor. Want we weten dat het een goed project is. Mm -hmm. En dat is, wel, allez, dat is wel tof en leuk. En dat je daarmee andere bedrijven mee kunt, uh, ja, mee kunt enthousiasmeren, want daar komt het op neer. En je kunt meekomen kijken. Het is heel transparant. Um, doet bedrijven, uh, allee, dat, dat biedt die bedrijven dat vertrouwen aan. En uh, mm -hmm. ja, wij kijken heel uh, geruststellend naar de toekomst toe, om dat samen met ja, Koper België, maar ook KMO, de KMO-wereld, uh, dat te realiseren. Um, ja, dat is gewoon, uh, gewoon leuk. En ja Michiel Peters erbij uh, in de groep, is dat. Uh, dat is toch iemand die um, um, heel. Haar, haar hart ligt bij het klimaat. Ja, ja, zij is, is ex. Allee, is ze nog altijd weerman voor VTM? Weer vrouw. Weer vrouw. Weer vrouw <laughs> voor VTM? Uh, nee, ze is, uh, ze is niet meer weer vrouw. Ze, ze is met heel veel projecten bezig. Uh, ik geloof. Um, over heb ik een artikel gelezen. Allee, ik weet het eigenlijk uh, bijna zeker. Dat ga... ze moeten uitnodigen. Hier, ja, absoluut. Ik, absoluut. Um, ik ga ze een, een klimaatprogramma met Canvas brengen. Uh, ja. Dus dat, daar ligt echt haar hart. En we hebben dat ook gezien. We hebben ze, allee, tijdens die vier- 5 vijfdaagse, um, gaf ze ons het weerbericht. Tussen twee aanhalingstekens. Maar tegelijkertijd. Ja, het weerbericht is daar altijd goed weer. Hè? <laughs> uh, maar ze gaf daar, hey, daarnaast ook de windrichtingen enzovoort. Maar ook uitleg van hoe komt dit of hoe komt dat. Um, en dan heeft ze ook ons project gezien. En ze zegt: ja, Jullie zijn ook een organisatie die het daadwerkelijk doet. En niet een van die praatbarakken. Um, ja, de, pff, daar verandert niks mee te praten. Dat er afspraken moeten gemaakt worden, dat begrijp ik wel enzovoort. Maar het gaat wel bijzonder traag in de, de, in de politiek. Um, hey, als we kijken naar het, Parijs, uh, het Parijsakkoord, ik geloof dat er 12% meer CO2 is gekomen sinds 2015. Ten, uh, ten opzichte van nu. Het wordt echt wel tijd dat we het gaan doen. Mm -hmm. um, werken jullie... Als, als, als VZW heb je inderdaad uh, medewerkers in dienst. Of, of, uh, want je praat zelf uh, dat je moet gaan uitbreiden. En je zit er zelf zeven op zeven in, in je commit en je moet zien hoe dat uh. gaat. <laughs> ja, ja. Dus, dus hoe, hoe zijn jullie dan georganiseerd? Ja, in het begin um, we hebben we heel lang mee als uitsluitend vrijwilligers gewerkt. Um, um, een van onze uh, ja, vrijwilliger angels zal ik maar zeggen. Is onze operationele manager, is, uh, is een landbouwingenieur. Uh, op pensioen, um, maar moesten wij die man niet hebben, dan zouden we er niet staan waar we op de dag van vandaag staan. Ja. Maar ga je opschalen, dan kun je onmogelijk verwachten dat dat ook door vrijwilligers wordt gedaan. Hè. Je, er wordt, hoe moet ik zeggen, als, vrij, als iemand zich vrijwilliger opgeeft, moogt je maximaal rekenen op twee uur per week, uh, en dat is dan al heel veel, en daar ben eh, ik uiteraard heel dankbaar voor, uh, maar je kunt dat niet in alles doen. Ja. Zeker de de heel technische dingen, daar heb je, heb je gewoon uh, professionals voor nodig. En in je opschaling wordt dat inderdaad, in, dat, in het opmaken van dat businessplan, uh, worden die kosten mee, mee opgenomen natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk nu de transitiefase. De volgende fase eigenlijk, dat jullie dan gaan ingaan als organisatie om die pivot te maken ja. naar een meer professionele... En gaan jullie dan nog altijd hetzelfde statuut bewaren van, van een VZW e of... Wel, we hebben er heel lang over, uh, uh, over gediscussieerd, van wat gaan we nu doen, um, maar uh, we blijven een VC2. Um, vooral om aan te geven, wij zijn een non-profit organisatie, we doen het niet om, om ja. winst te, um, te, te, na te streven, uh, wij doen het om een betere wereld na te streven. Mm -hmm. Dat is een ander soort winst, um, maar die we ook hopelijk, hopelijk kunnen valoriseren als een, een toegevoegde waarde voor de mens. Um, maar we, ja, we houden ons vast aan de VZ2-structuur. Mm -hmm. Die, de dag van vandaag, um, door de nieuwe vernootschapswetgeving ook uh, ruim, uh, ruim gemaakt kan worden en ook gecommercialiseerd kan worden. Um, dus daarmee kunnen wij ook CO2-certificaten uh, CO2 aanbieden vanuit de VZ2. Mm -hmm. um, ik zou graag eventjes um, het, uh, het, het persoonlijk topic uh, aanraken vandaag nu, mm -hmm. um, ik had gevraagd om iets mee te nemen vandaag. En ik zie daar een voorwerp staan. Uh, ik weet niet of dat het zichtbaar is in de camera, want het staat net achter het glas, denk ik. Uh, dus als je het misschien een beetje... Het ziet eruit... Ja. <laughs> ik ga geen van. Dus want... Het maakt lawaai. Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Als je het voor de micro haalt, dan, dan word je... Voilà. <laughs> een koebel. Goh. Um, het, het lijkt op een lekstok, hè. Ja. <laughs> in zilver. die zilver. Het is uh, meer dan 100 jaar oud. Uh, het is een familiestuk uh, uh, via, langs moederszijde, het is een rammelaar. Een kinderrammelaar, een oh. speelgoed voor, uh, voor kinderen. En um, mijn, mijn beide ouders zijn tien jaar geleden overleden. Um, en dat is een van de stukken die ik, uh, die ik heel nauw aan mijn hart heb. Omdat, um, eigenlijk doet dat mij altijd herinneren aan um, je moet kansen krijgen in het leven. En mijn ouders hadden het niet breed, maar mijn ouders hebben wel gezorgd dat ik een goede opleiding uh, kon volgen. Um, Jesuite uh, opleiding, daar kun je dan veel over zeggen, maar die hebben mij toch wel echt gevormd. Um, het is met die uh, kansen die ik gekregen heb kunnen, dat ik nu kan doen wat ik doe. Hetzelfde, um, ik heb het geluk dat mijn vrouw altijd heeft gestaan achter het project en mij heeft, heeft laten doen wat ik doe. Um, ook dat zijn kansen. Um, en in de wereld, als je, in Afrika, zie je heel veel mensen die eigenlijk geen kansen hebben. Het is nu net als je. Het is dat, dat tikkeltje geluk, of dat, dat tikkeltje iemand die je helpt, bij mij ook overkomen, dat ik vooruit ben gekomen. Um, en dat begint eigenlijk van de kindertijd, van in welke wieg dat je terechtkomt. Mm -hmm. um, en ja, wij zijn. Hier in België bevoor, bevoordeeld. Kijk je daar inderdaad soms filosofisch naar en, en, en maak je soms inderdaad die reflectie? Wij hebben het hier toch geluk, allez, geluk en, en, en sommige mensen dan in, in het zuiden, in de ontwikkelingslanden die dan. Absoluut, absoluut. Eigenlijk, uh, ik pak soms, hoe moet ik zeggen, ik probeer uh, zo diep mogelijk in, uh, dat klinkt misschien wel raar, hè, maar soms zo diep mogelijk in mijn geheugen te graven naar mijn allereerste herinnering. En Ik denk zelfs hey, te herinneren dat ik uh, geen kruiper was, maar een poepschuiver op mijn, op mijn pamper. Um, omwille van het feit dat de, de novilon die er lag, of het tapijt dat er lag, uh, prikte um, op mijn handen of op mijn, uh, in mijn knieën. Um, en als ik dat deed in mijn poep, dat ik dat dan niet voelde natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, en, want dat was waarschijnlijk al dat, dat een tapijt geweest in dat gemaakt werd uit uh, weet ik wel, plastic. Nee, uh, en dat dan daarom prikte. Hè? Um, ik denk dat dat dan mijn allervroegste herinnering is. Dus wanneer ben je een kruiper? I don't know. Um, maar dat is toch wel heel vroeg. Heb ik, dat nu... ik weet dat mijn, uh, mijn, mijn moeder altijd zei... van Je, bent, uh, je hebt eigenlijk de kruipfase overgeslagen, je wordt een poepschuiver. Dat weet ik wel, dat ik een poepschuiver was. Maar waarom? En volgens mij was dat omdat ze de tapijt prikte. En het is van... ten eigenlijk... Waarom vertel ik dat verhaal? Omdat... Dan, ik heb altijd mij afgevraagd, maar wat doen we hier nu eigenlijk? Mm -hmm. Allee, um, een kat, een, een hond, een, een koe enzovoort. Ja, bon, dat leeft hier ook. Maar wij hebben hier, allee, wij hebben hersenen gekregen. Maar wat doen we? Moeten wij moeten we zin geven? Um, en wat is dan die zingeving die je dan moet moet doen? Um, en dan ben ik bijvoorbeeld direct de Wachter overlaatst, uh, indachtig uh, overlaatst in een artikel gelezen. De zin van het leven is de ander helpen. Dat, kan, nee, dat is een zingeving. En dat is eigenlijk voor een stuk ook wat dat wij hier doen. Is dat nu vanuit mijn opvoeding in school? Ik weet dat niet. Maar ik heb dat altijd mij afgevraagd. En wanneer kun je het dan doen? En daarvoor heb je kansen nodig, vanaf je kindertijd. En ja, absoluut. Als ik dat vergelijk met Afrika, Burkina Faso of Senegal. Um, wij hebben ongelooflijk veel geluk. We zien nu naar heel nee, de alle, COVID. Um, ook wij, we Belgen zijn behoudsgezien, we zijn voorzichtig enzovoort. De armoede is wel gestegen, maar niet zoals in onze buurlanden, zoals bijvoorbeeld Nederland, waar dat er veel meer risico's worden genomen door mensen. Um, Allee... En wij hebben een vangnet. Um, ik denk dat we nu onze ogen hebben open kunnen trekken um, hoe belangrijk dat dat sociale cohesie is. En dat dat uh, die voorbije 40, 50 jaar, dat het neoliberalisme ons vooral geïndividualiseerd heeft. Um, en gezorgd heeft voor, uh, ja, voor rijkdom, maar ook voor armoede in, 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 in ons sociaal weefsel. En nu met covid zien we wat we missen. Mm -hmm. um, ja, ik mis uh, sociaal contact enorm. Is op café kunnen gaan, uh, mijn vrienden kunnen knuffelen. Dat, is, dat, is ook, dat, is allemaal zo, dat lijkt allemaal zo basic, maar dat is veel meer bezig. Dat is eigenlijk voedsel. Dat mis ik wel. Um. Is het dan inderdaad de plicht van diegenen dat dan de kansen gekregen hebben, de morele plicht om die dan terug te geven en niet alleen de plicht, maar misschien dat dat ook dan inderdaad de zin is? waar je dan naar, naar, naar verwijst uh, via Dirk de Wachter. Ja, ik vind, allez, ik vind wel. En, ge, en geeft dat ook u die, die voldoening? Want je hebt inderdaad die beslissing gemaakt een aantal jaar geleden um, um, vanuit een um, traditioneel ondernemerschap naar dit soort van ondernemerschap. Mm -hmm. Voelt dat ook anders aan als je al nu al een, of wilt je de evaluatie nog niet maken? Jawel, jawel, jawel Dat voelt zeker vast anders aan. Ik, uh, um, ik heb nog hoe moet ik zeggen, als ik nu opsta. Dat is opstaan voor een uh, nieuwe dag. En er volle moed mee uh, terug aan beginnen. En voor alle duidelijkheid: um, ook, er zijn ups en downs. Hè, zoals in elk ondernemers, eh, ondernemerschap. Ja. En bloed, uh, zweet en tranen heeft het soms gekost. Um, je komt ook uh, minder uh, bonafide mensen uh, tegen. Die komt, afijn, dat is inherent aan, aan zaken doen. Maar je leert, je leert heel veel. Uh, je leert heel veel. Um, van de mens, van leven. Het zoeken naar wie ben ik van waar kom ik en waar ga ik naartoe. Ik ben er ook zo mee begonnen. Hè. Um, dat is voor mij de drie basisvragen volgens mij, die een mens zich moet afvragen. Je ziet dat ook in de kunst. Goede kunst stelt die vragen. Wie ben ik, van waar kom ik en waar ga ik naartoe? Um, zelfs onze voorouders in de, de grottekeningen ziet je dat dat, dat de vragen waren waar men antwoorden naar zo, uh, zocht. En het zijn nu net die kunstenaars die we nu nog zien op, de, op, die, op die grotschilderingen, die nog altijd hun sporen uh, nalaten. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik wil, wil nalaten. Zo, die steen in de rivier verleggen, samen met anderen. Um, ik denk wel dat we dat nu gedaan hebben in Burkina Faso en dat we dat nu ook willen doen in Senegal. En als je dat kunt doen, samen met bedrijfsleiders, om die steen te verleggen, en hoe groter hoe meer mensen, hoe grotere stenen dat we kunnen verleggen, waardoor het wel eens kan veranderen en waardoor we voorbeelden geven aan onze, aan onze kinderen. Dat de profit niet alleen geld moet zijn, maar dat de profit geld, dus economie, maar ook uw, uw sociaal weefsel en ecologie moet zijn en in evenwicht te trekken. Als we het vliegtuig nemen, om u een voorbeeld te geven, van Brussel naar Dakar en terug, dat is ongeveer 1 ton, dat zou dan à peu près. 9 euro kosten, 10 euro kosten. Om, uh, om, om gecompenseerd te zijn. Als je dan zegt. Nee, geef 20 euro. en legde een dubbel zo groot bos aan. in plaats van puur te compenseren. hoe meer dat je vliegt, hoe meer bos dat, eraan, uh, dat er komt. Is bijvoorbeeld. Echt, ja. bijvoorbeeld. Dat is echt werken aan een, een andere wereld. En dat is wel. Eigenlijk, is dat, allez, ik word daar. Uh, Gevoelig voor ja, ja. of gevoelig van en um, daarvoor doe ik niet dat. De... Ziet je inderdaad hè, bijvoorbeeld: um, het voorbeeld dat je geeft over de, de vliegtuigindustrie is altijd wel interessant, omdat zij op dit moment allez, qua, qua CO2-impact en broeikasimpact, toch wel significant, uh, significant zijn. Um, als de vliegtuigindustrie nu ineens overschakelt op een, 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 waterstof. Ja, of, of, of inderdaad, eh, reductie. Denk ik dat, dat één belangrijk. Eh, dat is natuurlijk het primaire de behoefte. Maar sommige mensen hebben eh, moeten blijven vliegen. Kom, allee, we zijn een geglobaliseerde wereld. Ik denk niet dat we dat willen stoppen. En ik en, en, denk dat, dat er een vraag naar is. Maar stel dat we inderdaad overschakelen naar een ander businessmodel. waarbij de prijzen wel duurder gaan zijn. Mm -hmm. eh, want iemand gaat ervoor moeten betalen. Ik denk dat er een kost eh, verbonden is. Um, maar waardoor dat er wel. Uh, die opleg kan gebeuren, dus niet alleen de compensatie waar je over spreekt, maar bijvoorbeeld inderdaad die opleg uh, extra en plus en nog eens, dan kunnen er wel stroomversnellingen worden georganiseerd. En, en dan is het totaal helemaal geen greenwashing, maar dan dragen die bedrijven eigenlijk bij. Ja. En dan draait het verhaal helemaal om. Z Ziet je daar al nieuwe businessmodellen op staan? Of. of of is dat nog een beetje dromen en, en, en moeten we nog die, die transitie maken? Maar ik denk dat COVID ons met de neus op de feiten heeft gedrukt. Hey, we, zien, hey, we hebben drie maanden lang hey, de eerste golf uh, de, alle vliegtuigen aan de grond geweten. En uh, dat had ons nooit kunnen inbeelden in dat dat hey, ooit zou uh, ontstaan. Maar da, doordat dat is ontstaan is, begint men na te denken: wat nu? Dat zien we er wordt heel veel uh, online ge geskyped, ge-videoconferenced ge enzovoort. Dus dat zal zeker blijven. Ja. Dat zal een blijver worden. Er zal minder gevlogen worden van A naar B ja. um, wanneer je mee, uh, wegneemt. Um, je hebt op een gegeven moment ook dat buikgevoel nodig. Dus af en toe ga je irl in real life mensen uh, mensen moeten zien. Wat gaat impliceren dat er minder vliegtuigmaatschappijen mogelijk zullen zijn? Er zullen er minder ver, vraag. Ja. Minder vraag. Eventueel dat de, de, de prijzen zullen stijgen. Maar als je dan gaat zien, hey, uh, tot hiertoe hebben wij voor 600 euro heen en weer gevlogen naar, uh, naar Senegal. Um, als je dan 20 euro oplicht ten opzichte van die prijs van, uh, van 600 euro en je hebt gecompenseerd en een beter wereld van gemaakt, want je hebt een dubbel bos gelegd, aangelegd. Um, daar heb je geen overtuigingskracht voor nodig. Als je dat uitlegt, heeft iedereen dat goed begrepen. En, oh, ik kan dat volgende keer ook doen. Ja. En dat, zie je, dat zie je bij, bij de particulier die dat doen, gewoon om hun, hun, hun CO2 thuis of wat dan ook, te compenseren. Dat is, is dat vrij van over je hart? Ja, misschien. Maar ondertussen hebt, doet je het wel beter. Maar je moet ondertussen ook nadenken: niet alleen over de vliegtuigen, maar over de vleesindustrie. Moeten we nu alle dagen vlees eten? Drie keer per dag, morgens middag en samen, misschien drie enzovoort. Um, het leed dat we die dieren aan, uh, aandoen, ten opzichte van. Vroeger werd er een varken geslacht en dat was dan voor uh, weken. Dat dacht we vandaag worden, ik weet niet, 3 miljoen dieren, uh, wat, of 300.000, ik ken de orde van grootte niet. maar... Ja, ik denk 3 miljoen dieren in België. Ja, Ja, he, Varkens, ja. ja allee, Dat is gigantisch veel, op een soms niet juiste manier. Um, maar al die dieren produceren methaan. Methaan is een broeikasgas die um, vele malen groter is dan CO2. Um, moeten we daar ook niet over nadenken? Ik pleit hier niet dat iedereen plots vegetariër moet worden of, of veganist. Maar misschien moeten we, zoals onze grootouders, terugleven, één of twee keer vlees per uh, en gaan voor de, de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. Worden ook goed voor de gezondheid. Um, Hey, wij bij ons in, in ons gezin, wij hebben ooit een, een beslissing genomen, een paar jaar geleden, dat we uh, twee keer per week vegetarisch eten. Ja. Hey, de, de wereld, allez, Rome is niet in één dag gebouwd, dus stap voor stap. En als we dat allemaal doen, um, ja, dan hey, zal, er, zal er minder vleesvraag zijn en zal dat wel hey, ook, ook verminderen. Um, ik denk dat dat, die, dat, dat mechanisme aan het ontstaan is, ik denk dat wel. Ik denk, ik denk dat dat dankzij covid kan gebeuren. Is, is uh, uh, dat voorbeeld dat je aanhaalt, uh, van, van in het gezin een, een beslissing te nemen om, om meer vegetarisch te gaan eten, um, kijk, kijk bijvoorbeeld uh, de, kijk, de kinderen naar uh, de papa, die zeggen oké, okay, mijn papa is meer idealistischer geworden, en, en, um, is dat, en, en gaan ze daarin mee? Of... of want uiteindelijk, vroeger was papa een ondernemer in de IT-industrie en nu gaat hij naar Afrika. Dus wat is er met mijn papa gebeurd? Vragen ze soms die... En gaan ze ook mee in dat verhaal? Um, ik heb maar één zoon hè? Ja. en ik word ja, goed getriggerd. En hij is een kind van zijn tijd. Mijn zoon is helemaal geen vegetariër. Integendeel, hij eet graag zo'n stukje vlees. Hij stelt me continu in vraag wat goed is... Maar wat ik hem wel sowieso heb meegegeven, kijk wat ik doe. En als hij uh, wat ouder wordt, hij is nu 21, hij, uh, hij wil afmeten en uh, allee, dat, is, dat is gezond, hè, dat is goed. Uh, ik ga hem niet trachten overtuigen in wat hij denkt, dat, dat, uh, waar ik denk dat dat goed moet zijn en hij verkeerd bezig is, dat ga ik niet doen. Maar ik ben wel uh, van overtuigd dat binnen x-aantal tijd hij wel die reflex gaat maken. ja, als ons vader had misschien wel gelijk. Zie naar hoe dat, dat we vandaag is met de temperatuur? Of, of mm -hmm. hey, uh, uh, het waterbestand, uh, dat komt door die klimaatverandering. Um, misschien, ons vader had misschien wel gelijk hey, met zijn bossen. Nu word ik soms uh, als uh, de groene jongen... Uh, allee, de groene jongen. Uh, wat weggezet als... Uh, allee, hij is een is. Dus, ja. Maar uh, hij ziet daar op dit moment nog niet het, uh, het model, het systeem in. Ik denk dat je er ook wel wat ouder voor moet zijn, enerzijds. Anderzijds, ik moet eerlijk toegeven, toen ik zijn leeftijd was, was ik er ook niet mee bezig. Um, terwijl er toch al organisaties waren die er toen ook hard mee bezig waren. Dus uh, ik geef dat al een tijd uh, en dat komt wel goed. Ik denk, alles komt goed. Mm -hmm. um, um, hoe, hoe kijk je naar de toekomst? Hoe kijk je naar de, de ambities voor... De, voor uh... De komende jaren. En je hebt een pivot gemaakt hè, van softwareondernemer naar dit soort van onderneming. Je hebt nu een nieuw businessplan geschreven. daar zit ook waarschijnlijk een soort van uh, looptijd achter. Hoe, hoe kijk je naar de komende vijf, zeven jaar? Um, ik tracht om te realiseren hé, wat we in dat businessplan hebben, hebben geschreven, um, binnen het normaal gesprekken. Mathematisch gezien zou ik binnen tien jaar op pensioen gaan. Um, ik heb nog geen moment gedacht aan pensioen, dus ik hoop dat dat nog heel lang mag duren en langer dan tien jaar. Um, ja, je wilt continu vooruit gaan. Ik denk dat dat ondernemen is. Dat is ook, misschien wel, dat is ook inspirerend natuurlijk voor, voor jonge mensen: hè, van, wat moet ik doen? Ja, vooral geloven in jezelf. Um, ben ik puur zo'n ondernemer? Nee, maar ik ben wel um, geenthousiasmeerd. Ik wil er graag, ik wil dat, ik wil dat doen. Um, met vallen opstaan. Met uh, mensen tegenkomen die, die afremmen. Maar met mensen ook tegenkomen, vooral mensen die tegenkomen, die meestuwen enzovoort. Dat is plezant. Um, dat probeer ik ook bijvoorbeeld aan mijn zoon mee te geven. Zie, ik ga graag, hij studeert nog, maar ik ga graag werken. Zorg ervoor dat je een job vindt die je graag doet, mm -hmm. waar je voor gemotiveerd bent. En... Um, dat, is ook, dat zit mee in, in onze samenwerking bijvoorbeeld met Energy Lab, om mensen te motiveren. In, voor zichzelf, maar ook voor het wij. De ik en de wij. De me, myself en I generatie moet eruit gaan. Um, ik denk dat we terug, ja, terug naar dat sociale. Alleen naar het, er is niks verkeerd met het woord sociaal. Um, om, om, om die samenhorigheid te vinden, die community te, te maken samen, uh, om vooruit te komen. Um, ja, dat klinkt misschien wat, hoe moet ik zeggen, wat melig hè, om een betere wereld te maken. Maar dat is verkeerd om een betere wereld te maken? Dat mag geen vies woord zijn. Dat mag geen vies woord zijn. Mm -hmm. dus, um, um, maar ja, groen, groen heeft altijd zo, hoe moet, allez, Groen, um, politiek, heeft altijd zo'n connotatie van de grijze wollen sok. Um, dat was misschien in het verleden wel zo. Dat is misschien nu nog zo, dat weet ik niet. Maar wij proberen dat groen uh, op een sexy manier te brengen. Um, economisch te brengen, te mee te geven dat we, dat we positieve impacts realiseren, daar ter plaatse, uh, er kunnen voor zorgen dat migratie stoppen enzovoort, dankzij groen. Mm -hmm. ja. um, um, heb je nog uh, een aantal businessplannen in je in, in achterzak zitten die uh, je zou misschien <laughs> willen meedelen voor uh, jonge luisteraars die zeggen, ik ben heel jong en ik wil een, een, een leuke onderneming starten die, die duurzaam is? Um, maar dat je zelf... Het uh... is wel leuk dat je die vraag stelt, omdat... Uh, maar benen... wil je, misschien moet je ze zelf voor je eigen houden. Nee, nee, nee. nee hoor. <laughs> ik denk, door, door te delen dat je veel verder komt dan dat het allemaal voor je eigen houdt, kun je het toch allemaal niet realiseren. Um, maar um, dat is nu heel toevallig. Een, um, een jonge dame die me gecontacteerd heeft via LinkedIn, um, die um, in de zonne-energie uh, zit... Um, Allee, ik kan me niet wagen aan, aan, de, aan de jeugdigheid van, van de dame. Ik schat ze van 18 in de Allee, midden 20, van 18 in de 20. Maar dat is al duidelijk de vraag die ze stelt: dat ze veel zin heeft om, iets te, om, om dat te doen. En ze, uh, ze wil het eigenlijk gevoeld van, hoe, misschien is daar een opportuniteit, in Senegal bijvoorbeeld, om mijn business uit te zetten. En daar is opportuniteit. Er is sowieso veel zon. Um, maar ze gaan daar uh, een bepaalde overslag maken in al die Afrikaanse landen. Daar gaan geen kerncentrales komen of nee, nee. steenkoosters of wat dan ook. Nee, ze zijn volop aan het investeren zoals in... Zoals Marokko bijvoorbeeld. Zoals Marokko. Nee. Volop aan het investeren in windenergie en in uh, zonne-energie. En Marokko heeft dan het voordeel dat ze dat zullen gemakkelijk kunnen verkopen aan Europa. Ja. Maar bijvoorbeeld een land als Senegal zal het voordeel hebben dat ze kunnen besparen op diesel. Ja. En zo zijn er ettelijke projecten die je daar... Kunt gaan, uh, gaan uitrollen. Ik denk in heel Afrika dat daar vragende partij is. Je um, moet je gewoon goed informeren. Um, wat kan, wat kan niet? Uh, wat wil ik bereiken? Een goed businessplan maken. Um, met goede bedrijven rondom u die u daarin ondersteunen. Uh, in, de, in het maken van dat businessplan en in het maken van um, strategische beslissingen, goede analyses. Um, de wereld staat daar open. Hè? Dat ze onontgonnen terrein uh, in Afrika in bijvoorbeeld duurzame energie, in bijvoorbeeld um, wifi-connecties um, um, kunnen maken. Ik uh, ken Nederlanders Nederlander die dat doen in Ghana en daar business uit uh, realiseert. Op, uh, dus een wifi-signaal uh, uitzendt, um, hoge snelheid, die, uh, waardoor ja, bedrijven, universiteiten enzovoort ook. Um, um, Bete Beter infrastructuur. Ja, enerzijds, ja. maar ook bijvoorbeeld on, op een gemakkelijke manier online gecertificeerd um, onderwijs kan volgen. Mm -hmm. Op Europees niveau. Interessant. Ja, voorbeelden legio. Dus um, ja, informeer je gewoon. Ga bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld ook het FIT, de Vlaamse Investment and Trade Organisatie, die zeker en vast uh, zo'n mensen gaat kunnen helpen. Um, en ondersteunen en, en richting geven enzovoort. Um, er zijn heel wat uh, subsidies ook die, die daarvoor klaar liggen om, om dat te kunnen realiseren. Mm -hmm. um, heb je er een liefde voor Afrika aan overgehouden? Um, ja, je, Afrika is... Je bent voor of je bent tegen. En als je voor bent, dan is dat, een, dat is zoals een virus, dat laat je nooit meer los. Um, ik heb natuurlijk... Mijn vader uh, heeft... Uh, of ja, heeft daar gewoond van zijn zes tot zijn uh, twintig, geloof ik. Ja. Um, dus ja, thuis hebben we altijd, uh, altijd wel gehoord over Congo. Hij um, heeft daar gewoond samen met zijn ouders. Dus um, dat is mij een beetje met de paplepen natuurlijk door, uh, doorgegeven. Maar uh, in Afrika aankomen, dat is een... De warmte die je voelt, maar ook de geur die je daar ruikt, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Dat is... Uh, dat we alleen daar het om daar te kunnen, um, ja, te kunnen zijn. Ja, ja, ja. Um, ja, ja, ik hou van Afrika. Want je bent ondertussen misschien wel een paar keer in Afrika nu geweest. Hè. Ja, ik kan het niet meer tellen natuurlijk, hè, maar um, um, ja, ja. zowel Burkina Faso als in uh, Senegal. Dat zijn de twee voornaamste, Zwa uh, allez, Zwarte Afrika, West-Afrika, uh, waar ik ben geweest. Uh, maar we, uh, we kijken nu ook naar Namibië. Om daar uh, uh, ook uh, herbebossingen te realiseren. In de hoogvlakte dan? Of, uh... Uh, ja, in het noorden van Namibië. Pardon, uh, de, uh, ja, de Afrikaanse Unie wil eigenlijk ook van daar, van uh, Namibië tot in Mozambique, een tweede groene muur opzetten. Omdat daar ook verwoestijning aan het optreden is. En om daar ook uh, herbebossingen te realiseren, uh, jobs te creëren enzovoort. Zo, bleef, zo, zo blijft je bezig. Hè? Zo blijft je bezig. En vandaar dat ik absoluut vragende partij ben om uh, mensen, alleen business, uh, als we praten over uh, allee, mensen die, die, die zaken willen doen, ja. die ook willen herbebossen, wat dan ook. Um, het is zo groot dat we veel TPO's, Twee Plant organization, nodig hebben om dat te kunnen realiseren. Het is mega groot. De, 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 allee, dat zou van, van een absurditeit uh, getuigen dat je dat alleen maar alleen wil doen. Ja. Um, een, een laatste vraag voor af te ronden. Wat, wat zou ik je kunnen wensen? We zitten nu in uh, maand december 2020. Wat zou ik je kunnen wensen voor 2021? Um, ik denk: gezondheid, dat klinkt nu misschien ook weer cliché, maar hoe um, wouder je wordt, hoe belangrijker asset dat gezondheid is, um, um, een goede gezondheid nog heel lang. Um, als je. Allee, Mensen van mijn leeftijd moeten, zien, uh, afgeven, moet, moeten afgeven door kanker of wat dan ook. Um, ja, uh, dat is, gezondheid kun je niet kopen met niks. Um, ja, een goede gezondheid. Dat ja. is eigenlijk het... Uh, Voila, uh, bij deze. Dank u wel. En dank je. Hartelijk bedankt om uh, langs te komen op deze uh, vrijdagavond. Um, en... Um, veel succes. Uh, ik kijk er ook naar uit, naar de evoluties van, uh, van jullie projecten. Dus. Ja, dankjewel. Ja, ik hou je op de hoogte, of uh, volg gewoon onze website. Ja, zeker. Ik heb binnenkort uh, de website van uh, Linia Verde. Ja. Het uh, gaat een aparte website zijn waar alles uh, kan opgevolgd worden van bedrijven die, uh, um, ja, die, die willen sporten uh, voor het klimaat, uh, mensen willen motiveren voor het klimaat, uh, impact willen realiseren. En eigenlijk zijn dat de mensen zelf die het zullen doen, hè? de mensen die sporten, zullen dat vooral doen. Um, met hun eigen energie. Ik zal mij ook inschrijven, denk ik. <laughs> Dank u wel, Stan.